Hallo daar beste luisteraars of kijkers. Uh, welkom bij deze aflevering 33 van de Best Social Podcast. De podcast in Nederland over social media. Met gesprekken over social die je ook in de kroeg zou kunnen voeren. Maar dan zonder aangeschoten emoties. Dubbele tong. Jungle Wagon uit je speakers. Of iemand die boos wordt omdat je per ongeluk een drankje deels over hem heen knoeit. En het is niet alleen speciaal uh, vanwege onze gasten. Maar ook vanwege een terugkerend fenomeen in ons podcast. Namelijk. Kato, welkom Hallo, terug. bedankt Jasper. Hoe vind je het om terug te zijn, Tako? Nou, ik vind het gewoon een beetje spannend. Snap ik. Ja, ik ga goed op mezelf letten wat ik allemaal ga zeggen en niet. Doe dat, doe dat. Nou, uh, maar je wilde natuurlijk ook al graag bij zijn vanwege onze gasten. Uh, want we hebben twee gasten die uit de feministische hoek en uit de hoek van de best beluisterde vrouwenpodcast van Nederland komen. Echt kudos en heel oh, vet. Ja. Het <laughs> zijn de oprichters van Dem Honey. Welkom Marilotte en Nydia. Hallo. Oh, bedankt. Ja. Ik uh, las het volgens mij via een tweet van jou. Zou kunnen, ja. Op Spotify. Super tof. Ik ben, ja, ik ben dus niet... Ja, ik denk dat mensen onze stemmen niet uit elkaar gaan houden. Maar uh, we zijn eigenlijk basically één geworden. Dus, ja, dat dus maakt niet uit. het maakt niet zoveel uit. nee ja, Dat is goed. Uh, Kato, volgens mij had jij een mooie openingsvraag. Ja, want ik vroeg me af. Hebben jullie de Women's March gelopen? Ik weet het antwoord al. <laughs> misschien goed om even de, de, luisteraar, de luisteraar te vertellen. Ja, zeker hebben wij de Women's March gelopen. Dat is uh, onze, onze core uh, evenement waar we voor gaan uh, elk jaar weer. Dus, uh, dus daar stonden we gisteren met onze borden. En uh, we hadden een hoop uh, luisteraars. Want we hebben van tevoren een uh, show opgenomen in de Tolhuistuin. En toen kwamen daar de 200 mensen op af. En uh, met die hele groep zijn we toen uh, naar, de, naar de dam gegaan. Echt om de, van daaruit ja. te gaan protesteren. Want jullie doen dat sowieso toch, tenminste, dat zag ik. Dat als er zoiets plaatsvindt en mensen vinden het een beetje spannend, uh, dat, dat jullie met elkaar verzamelen, verzamelen om te gaan lopen. Ja. Tenminste, ja, we doen matchmaking. Dus dan uh, vraag ik van oké, okay, stuur even je e-mailadres en je telefoonnummer. En dan doe ik een groepje van 6, 7 mensen die gooi ik dan bij elkaar en dan moeten ze het zelf verder uitzoeken. Ik ga ze ja? nog niet aan de hand meenemen, ja, maar ja. en we hadden voor dit evenement hadden we een stuk, van, een stuk of tien van dat soort groepen gemaakt. Dus die hebben allemaal van tevoren al kennis gemaakt en uh, ja gekletst en ja. Ja, dan kennen ze elkaar al een beetje is minder eng. Echt leuk. Superleuk, ja. Goed dat jullie hoe, dat doen. Hoe vonden jullie het überhaupt gisteren? Ja, Heb je het ervaren? Fantastisch. Het is fantastisch. Het is zo overweldigend en al die energie van die mensen en. Uh, alle borden met alle teksten waardoor je weer ziet van oh ja die dat is een probleem waar we voor strijden dat is een probleem waar we voor strijden uh, ja mensen het is zijn mooi om zo... die gelijkgestemde naast je te voelen ja mensen ja. zijn ook zo creatief met die borden dat ja. is echt heel ja wat is het, om het om leukste die jullie hebben gezien oh ja daar ja, was er eentje we... <laughs> daar zag je Cherry B op zijn piano liggen dat beeld kennen jullie ja, denk ik wel Vleugel, en hè? er stond boven de vloer is feminisme. <laughs> heel nice <laughs> Ja. Die is wel goed. <laughs> Hilarisch, ja. Ik zag ook eentje, tenminste, ik heb het uh, online vanuit alle stories gevolgd. Ik zag er ook één voorbij komen met uh, die quote van Adriaan van Dis. Of nee, zeg maar, het gesprek tussen Lise Korpershoek ja. en Adriaan van Dis, er stond er iets van op dat bord zo, dat vind je lastig, dat hè? Vind je ja. lastig hè? Precies ja. wat Lize... Twee keer Hampton. was die er zelfs. Dit, uh, die heeft de indruk gemaakt. Ja, ja. 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 ja, dat is het meest recente voorbeeld misschien ook wel. Ja, leuk. Ja. En plus, um, weet je wat het probleem Is met vrouwen in Nederland, ze worden niet goed betaald in plaats van geneigd. Die heb ik ook Oh ja. Staan. Die zag ik ook oh. langskomen, ja, ja, ja. ja tof um, voordat we daarover verder gaan praten, laten we altijd effe, uh, wat reacties horen van luisteraars. Um, normaal uh, laten we het meer horen. Nu hebben we echt, een ja, en een, een lap tekst te krijgen. ja, shitload ik wil een shitload zeggen, <laughs> maar het is eigenlijk maar een reactie van en het Aileen. is geen shit hoor. Nee, het is verre van shit. Hij is ook echt uh, veel te leuk om niet uh, voor te lezen. Alleen uh, pak ik er een paar fragmenten uit. Want het, het is echt oprecht heel lang. En dan wordt het een heel erg monoloog. Anyway. Uh, Elin zegt. In de laatste podcast met Lisa ging het erover dat uh, steeds meer dingen worden gedeeld op social media. Waardoor taboes bespreekbaar worden. Uh, vond ik een hele grappige observering. Ik heb letterlijk laatst nog naar een Instagrammer gedeemd. Dat ik het fijn vond dat ze zo open was. Dat ik het daardoor ook makkelijker vind om te vertellen. Dat ik ergens mee zit. In plaats van dat je hiervoor gaat zitten schamen. Wat eigenlijk gewoon stom is en niet zou hoeven. Ja, vind ik wel sterk, want wat Lise gewoon heel erg uh, zei, is dat je gewoon dankzij social media tegenwoordig ook gewoon representatie hebt van uh, ja. uh, natuurlijk heel veel dingen en uh, hoe waardevol dat is. Nou, en ook dat het kwetsbaar, denk ik, wat ik zei tegen Lise uh, naar aanleiding van de docu, zei ik zo van wat dapper dat je het gemaakt hebt. En toen zei ze, ja, maar hoezo is kwetsbaarheid eigenlijk dapper? En toen dacht ik ook, ja. ja, oh ja. Dat vindt zij heel irritant, inderdaad. Dat, ja. dat, dat, dat dat blijkbaar dan de publieke opinie is dat je ja, jezelf kwetsbaar opstellen heel moedig en dapper is. Ja. In plaats van uh, ja, iets normaals, iets wat we zouden aan moeten moedigen. Ja. Ja. Um, dan zegt ze vervolgens, podcast zijn mijn favoriete genre. Leuk om eens een stapje achteruit te zetten en stil te staan bij ons online doen en laten. Um, ik luister ook geregeld naar de podcast over media en ik zie gelijkenissen. Uh, Jasper en Diederik hebben als duo namelijk echt bijna dezelfde dynamiek als Ernst Jan. Fout en uh, Alexander Klupping. De een kan zich over sommige dingen heel erg druk maken. Dat gaat denk ik over. Die over die direct. En de andere vindt het super belangrijk om het format te bewaken. Uh, ik hoop niet dat ik jullie hiermee beledig. Alleen maar positief bedoeld. Ga zo door, zou ik zeggen. Nou, dat vind ik ook heel leuk om te horen. En ze zegt: ze eindigt met. Het lijkt me heel tof uh, als jullie uh, Titia Hogendoorn en Julia Koopman uitnodigen voor ja. een volgende podcast. Zijn ook geen onbekenden van jullie volgens mij. Nee, dat is, dat is fantastisch wat ja. zij net gedaan ja. hebben ja. met hun awardshow. Ja, ja. Precies dat. Ja. Nodig ze uit. Ja, dus ze zegt inderdaad ook: uh, ze is heel benieuwd wat wij vonden van hun awardshow. Nou, wat vonden wij ervan? Ja, hilarisch. Zo fantastisch. Ja, voor, de, voor de luisteraar die dat dus gemist heeft, zij hebben dus een awardshow zelf opgezet en allerlei categorieën gebracht en vervolgens de prijzen aan zichzelf uitgereikt. Ja. En nu kan je dan dus op je cv zetten: ik heb de Gouden Pionier ja. voor de beste podcast. Ja. De beste, weet ik veel wat allemaal. Ja, hilarisch. Maar ik vraag me juist af, wat vinden jullie als uh, best social die zelf ook echt, echt een. Een awardshow organiseerd. Ja, ja, want volgens mij refereerden ze er ook al meer ja, dan keer naad, hoor. Het, Volgens mij inderdaad, gebaseerd op uh, onze awardshow. Ja, ik vind ja. het heel grappig. Ik echt gebaseerd op die van ons, of gewoon überhaupt op Nederland op het en show. Ja, op ja. het concept. Maar ik denk wel dat wij natuurlijk een awardshow hebben waar social media gevierd wordt. En dat dat ook de link is hierna binnen die verschillende categorieën. Ja. Um, ja. Nou, ik vind oprecht een, uh, de... Want ze, ze brengen het bijna met celspot en heel veel humor. Maar eigenlijk heeft het gewoon een hele goede kritische ondertoon van oké, okay, er worden awards uitgereikt. Maar welke autoriteit zit erachter? En uh, ik vind het wel goed hoe ze het op die manier inderdaad wel in twijfel trekken van oké, okay, leuk dat je iets uitreikt. Maar wie ben jij en waarom jij? Ja. Omdat heel veel mensen niet, denken niet heel dieper graven dan uh, ja, de oppervlakte van awards shows. Ja. Ik, vond, ik vond het ook heel leuk om te zien wel, oprecht. Het zou vet zijn als jullie dan nu met Best Social... een award uitreiken voor de beste award show aan de gouden pionier. De uh, op social media. <laughs> nou, als die er is, komen ze Please zeker naar. Do Please, doe dat. <laughs> ja, um, Ja, En Arjen Lubach lijkt daar ook interessant, Elin. Uh, waarom ze met, zonder met Lubach, ondanks dat ze qua input en output... veel te dank hebben aan social media, toch besloten om van Facebook te gaan. Nou, thanks, Elin. Um, terug naar onze gasten. Want wat ik ook wel interessant vind om jullie te vragen... Um, stel, je, Jullie zitten op een kringverjaardag en mensen vragen: wie ben je, wat doen jullie, hoe stellen jullie jezelf dan voor? Uh, ik zeg tegenwoordig: ik ben fulltime feminist. Okay. Uh, als je dat bijvoorbeeld tegen een random taxichauffeur zegt, dan gelooft hij niet. Of dan gelooft hij in ieder geval niet uh, dat je er geld mee verdient. Uh -huh. <laughs> maar uh, inmiddels zeggen we: wij zijn uh, uh, Nidia nee, ja, Marilotte van Feministisch Platform Demarnie. We hebben een platform en. Uh, Daarmee stellen we allerlei uh, ongelijkwaardigheden aan de, aan de kaak. En uh, we schrijven boeken. En we, en we hebben een podcast. En we hebben een Instagram-account dat lekker loopt. Dus we ja. hebben uh, ja. allerlei verschillende kanalen in contact met uh, ja. luisteraars. Dus ja, fulltime feminist. Ja, ja. ja. oftewel, um, dat doen jullie uh, uh, ja, de, de hele week door. En uh, ook niks meer daarnaast hoor. Of geen andere baan. Want ik begreep dat iemand van jullie wel heel lang. Uh, of jullie werken beiden, jullie werken opgezegd hoor. Uh, ja, ik, ik, ik was al freelancer, ja. uh, dus ik heb het er nog een tijdje naast gedaan, maar uh, ik heb nu mijn laatste opdracht afgerond en ik zeg nu ook nee tegen andere dingen, want het kan er niet meer bij. Nee. Het is te druk. Nee, tof. Ja, en voor mij, ja, ik had heel lang een uh, vaste baan en ik deed daarnaast wel altijd ook al freelance klussen. Dus ik werkte vier dagen in de week op een kantoor en daarnaast uh, schrijven en nu uh, daar helemaal mee gestopt en helemaal dem honey. Ja. En dat is dus uh, podcasten, maar het is bijvoorbeeld ook workshops geven of spreken. Want mensen denken altijd van, hé, maar hoe werkt dat dan? Mm -hmm. Nou ja, zo. Gewoon de boodschap. Ja. vaste uh, vast column in de maar hebben we ook of een van, van rubriek van uh, drie pagina's. Dus, uh, ja, tof. Want... En is dat iets wat op jullie af is gekomen? Of hebben jullie zelf aangeklopt? van, hé, uh, hey, moeten wij geen columns voor jullie gaan schrijven? Nee, zijn we ervoor gevraagd. Okay. We worden nu dus dat is heel leuk. We worden door allerlei merken, bedrijven gevraagd. Uh, nou ja gaat alle kanten op. Ja, het is van, leuk we dat we iets samen uh, doen. Ja, het is ja. leuk dat we er, we hebben er anderhalf jaar heel hard voor moeten werken en ook veel uh, gratis vrijwillig, voor moeten werken. Ja, ja het ja. is allemaal vrijwillig. Maar inmiddels uh, staan we redelijk op de radar bij veel bedrijven en, uh, en en krijgen we mailtjes van willen jullie met ons samenwerken. En dat kan echt van, uh, van heel uiteenlopend zijn het ja. ja. Ja, cool. Ja, fijn. Ik vroeg me af hoe zijn jullie begonnen? Haha. Haha, dat is een leuk verhaal. Ja, <laughs> Leuke want ik hoorde story, net al ja. even dat jullie uh, huisgenoten waren, hospiteren. Maar in ja. de woonkamer is het daar gaan broeien. Hoe is het? En neem vooral alles daar... mee, ook gewoon waar de naam Dem Honey vandaan komt. Zeg maar. Ja, oh, 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 ja. Nou, dat is oh, ook leuk, een leuk ja. verhaal. Oké, okay, nou, ik kwam thuis van mijn werk en Marilotte die stond, we hadden geen woonkamer, alleen een keukentje. En Marilotte stond daar een soort woest te schreeuwen van, heb je dit gezien? En ze duwde een <laughs> foto op de telefoon. Uh, onder mijn neus van een, uh, een boek van een lifestyle vlogger met super seksistische uitspraken. Mm. Uh, dat je bijvoorbeeld als vrouw op je knietjes moet om je man te plezieren, zodat je weer de man hebt waar je voor getekend hebt. En uh, dat je na de bevalling er weer zo snel mogelijk weer op een top uit moet zien. En dat je pas echt gelukkig wordt van een compliment van een vent, et cetera, et cetera. We hebben het hier over Jamie Lee. Ja, ja. En ik noem dus net haar naam niet, omdat ik zoiets heb van het gaat niet om haar als persoon. Ik wil haar niet afvallen. Ik vind haar een cool wijf. Het gaat me echt even om die seksistische boodschap. Dus per se het heel erg over haar of haar afvallen. Dat is niet iets wat wij. Nee, het willen wij wat, helemaal niet doen. Het enige maar. wat zij heeft gedaan is ons echt even een schop onder de ja. kont geven. Om want we maken ons wel vaker druk om dit soort dingen. En zij was gewoon echt de aanstichter nu van. Uh, we gaan wat doen, want er, we zijn het gewoon zat. Ja. Dus, uh, en, en zij heeft ons eigenlijk tot actie bewogen. Dus in die zin zijn we heel dankbaar. Ja, ja. <laughs> ja. Nou, toen, toen hadden wij zoiets van oké, okay, dit boek is een bestseller, dat ligt nu overal in elke boekhandel. Uh, vooral jonge meiden die zijn daar wellicht wat kwetsbaar uh, of wat gevoelig voor. Om dat heel erg te gaan internaliseren. Al die denkbeelden, dat je probleemzones hebt en dat moet verbergen en zo. Dus die meiden die zouden ook een tegengeluid moeten kunnen uitkiezen. Prima als ze Jamie Lee willen lezen, maar weet je, er zou iets anders moeten liggen. Ja, ja en toen uh, hebben we, uh, nou, we kennen, we kennen wel wat mensen in de uitgeverijwereld, want ik werk daar. Dus we, toen hebben we wat uitgevers benaderd. En die vonden het op zich wel leuk, maar die hadden wel zoiets van: ja, maar kijk, luister. Nu is er reuring rondom dit onderwerp. We moeten dan wel meevaren uh, op, 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 op die opwinding. Dus uh, ja, dan moeten jullie ook zorgen dat je jezelf even in de kijker speelt. En daarna moet je heel snel schrijven. Ja. Dus toen hebben we als eerste bedacht dat we uh, een dag gingen leven volgens de regels van het boek van Jamie Lee. En dat was een, het boek uh, Sexy Betide. Het sexy. En er stonden allemaal dingen in die zij dan. Uh, de regels waar zij zich aan, uh, aan houdt. Zoals uh, wat, uh, als je je armen, uh, als je lange mouwen had, dan... Uh... Mag je wel blote benen, ja, maar je mag niet andersom. blote benen en blote armen. En bijvoorbeeld veel nude kleuren qua lipstift en nagellak en zo. Geen rode nagellak, dat was geloof ik niet oké. Okay. Ja, shapewear. Uh, okay. Welke aantrekken. kleuren mag je wel? Ja, shapewear inderdaad. Ja. En uh, masker, neem altijd tijd voor een maskertje als het ja. even kan. Het was uh, dood. Het was echt het meest vermoeiende dag uit mijn leven. We zijn toen ook om, uh, om zes uur uh, opgestaan uh, om we ons helemaal toen in, in, in de in de de al tired toen al tired dat was dat was ook even van mijn updates van goed nieuws bij wel wel al tired <laughs> <Het> klopt, en, <laughs> ja. uh, dus dat was uh, en, en toen zijn we ook vergeten te ontbijten nou dat kwam eigenlijk wel goed uit want dan blijf je lekker slank <laughs> en uh, toen nou, hebben we de hele dag hebben we zo uh, 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 vastgelegd en uh, daar kregen we lekker veel reacties op. Ik ja. stuurde ook naar mijn vriend, dat is ook een tip. Van je moet dus uh, naar, je, naar je partner sturen dat je complimentjes krijgt van anderen. Want dan wordt hij een beetje jaloers en dat is dan positief. En mijn vriend die was in het buitenland, die wist niet dat ik dit aan het doen was. Dus ik stuurde, nou, uh, ik word de hele tijd door allemaal mannen. was ook zo, want ik had dus ook heel korte kleren en zo uh, ja. aan. En uh, wat overigens geen reden is om dat te doen, Het is hartstikke vervelend. Maar dat zeiden. Uh, en hij stuurt terug, god wat vervelend voor je. <laughs> <laughs> jaloers. Helemaal <laughs> oh, niet. In die, in die, uh, hij ging helemaal niet ermee. hij snapte er niks van ik stuurde. De nude waar ik heel erg opgemaakt was en hij had echt zoiets van what the <laughs> wat de fuck doe jij? Ja. Ja. Dat ben je helemaal niet. Dat was heel grappig. Maar toen werd het dus door de best social media opgepikt ja. en ja. dat is eigenlijk de reden geweest waarom onze uitgevers hij van nou, let's go. Oh, dus tof. jullie hebben een vet grote rol in Dem Honey gespeeld. Heel tof. Dat is yes. een hele grappige van. Maar inderdaad, ja. dat is ook precies toen jullie eigenlijk op onze radar kwamen met, uh, oké, okay, de, deze mei, Ja, het was wat natuurlijk heel veel commotie. Hier? Jullie gingen naar En Toen hebben we, ook letterlijk alle video's opgevraagd. Die heb ik volgens mij op vrijdag nog allemaal in een blog verwerkt. Wat best wel intensief was. En vrijdag zat best wel een drukke dag. Maar Artikel deed het super goed. En ja, precies. Dus toen is het voor jullie een beetje vorm gaan krijgen. Toen dachten we van oké, ja. Nou, toen we een Toen was het let's go. Want jullie mogen dat tegengeluid schrijven. Alleen, het moest wel heel snel, want we moesten eigenlijk nog diezelfde maand moest het nog uitgebracht worden. Ja. Dus dan hebben we een, een week lang uh, uh, geschreven. Het is ook het, het, ons eerste boek. Damn Honey uh, is een is gewoon een heel dun boekie. Als je het woord pamflet gebruikt, dan denken de meeste mensen aan een ja. Ja, 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 Dus we moeten de hele tijd uitleggen wat Luther is. nog op de kerk ja, speelde. En daarin hebben we, we hebben in, in één week... Op al onze, adrenaline en whisky. Ja, dat zeggen we altijd, dat klopt. Ja. Uh, hebben we uh, uh, al onze frustraties en ervaringen en alles waar we tegenaan lopen... als, ja, eigenlijk als vrouwen in deze wereld uh, opgeschreven. Alles waar we echt helemaal ja. klaar mee zijn en moe van zijn en zo... Uh, hebben, en, jullie ook, sorry, hebben jullie ook een reactie van Jamie Lee zelf gekregen? Nee. nee. We hebben het wel naar dat de opgestuurd. En ja. ik denk, zij werd zo overladen met ook echt wel haat. Echt mm -hmm. wel op een hele nare manier. Echt ja. heel ook seksistisch, trouwens. Weer ja. trouwens. Waar we dus ook tegen strijden. Dus ik begrijp het ergens ook wel hoor. Dat zij dacht: van, Oh, dan krijg ik dit er ook nog eens overheen. Ja. ja want dat dus is dus de enige gegeven. kanttekening waarvan ik ook dacht: van. Alles wat zij in het boek schreef, was ik het zo niet mee eens. Dus ik was eigenlijk ook Marie-Lotte roerend in de pan in de keuken. <laughs> helemaal gefrustreerd daarover. Maar ik vind het altijd zo interessant als je dan ook kijkt naar. Wij zijn vrouwen. Uh, vrouwen uh, deze vrouw heeft dan een boek geschreven. Wat ook best wel tof is dat ze dat doet. Die wordt uitgegeven. En ik vind feminisme ook best wel staan voor achter vrouwen staan en elkaar supporten. Maar in hoeverre, als je het niet eens bent met die uitspraken. Ja, nou, waar ligt. Waar is die balans? Nou ja, ik dacht hier. Uh, het gaat hier om een boek wat in de publieke ruimte wordt uitgegeven en uh, het wordt ook nog eens heel erg goed verkocht. Dus je moet wel daar uh, kritiek op kunnen leveren je moet daar een tegengeluid op kunnen schrijven. Het is niet zo dat omdat zij een vrouw is dat je dan opeens geen kritiek meer mag leveren. Dus de uh, negatieve seksistische aanval die zij over je heen kreeg, daar zijn wij totaal niet mee eens. Mm -hmm. Maar uh, we willen wel gewoon kritisch zijn op haar en op haar. Nou ja, nou ja, eigenlijk vooral op haar boodschap. En je ja. kan haar ook niet echt kwalijk nemen dat dat zij zo'n boek naar buiten brengt want zij leeft ook gewoon in een wereld waar je geïnternaliseerd hebt hoe je eruit moet zien ja. als vrouw en hoe je je moet gedragen als vrouw dus uh, het is niet zo gek dat iemand zo'n boek uitgeeft dat, dat dat is dat is totaal logisch maar tegen geluid. Ja, ja daar gaat het om ja. ik vond het ook heel storend als mensen dan als ik het verhaal vertelde dat mensen dan haar gingen opzoeken en dan haar dus gingen aanvallen op hoe ze eruit zag dus bijvoorbeeld nou, wat een Barbie-pop of zo, weet ik veel. Dat soort. Dat is echt zo niet waar ons boek over gaat. Nee. En wij schrijven ook in Damn Honey. Van, als jij heel graag shapewear draagt, doe, doe dat toch alsjeblieft. Weet je, als jij dat lekker vindt. Als jij op on, uh, onloopbare schoenen graag loopt met hoge hakken. Ik hou er zelf ook echt heel erg van. Doet super veel pijn. Ja, waarom niet? Weet je, doe waar je zelf zin in hebt. Dat is echt onze kernboodschap. Maar, en en dat het, kan alle kanten op. En Jamie Lee had zin in nude lipstick en shapewear. En, ik bedoel even advocaat van de Duits. Mm, yeah, yeah. Uh, uh, maar het ging meer om het feit dat het in een boek kwam. En door jonge meiden gelezen werd. En zij hadden niks anders om zich ook mee nou, te identificeren. Het zeg maar. gaat ook erg om de manier waarop ze dingen opschrijft. Dus alsof het een gegeven is dat een lichaam probleemzones heeft. Yeah. Specifiek een vrouwenlichaam. Uh, en dat je die moet verbergen. Dus dat daar geen enkele soort van uh, ja, observatie van haar zit. Van, dat is ook maar iets wat we bedacht hebben. En er zijn heel veel verschillende mooie lichamen. En ja, het ging een beetje op de wat, wat dwingende toon. Waar, waarop het opgeschreven was. met heel af en toe een zinnetje van. Doe waar je zelf zin in Maar de boodschap was is toch wel But erg no. dwingend. Ja. 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 En dat vonden wij jammer. En het was bovendien heel. Leuk en, en sarcastisch opgeschreven. Het is gewoon ook wel een, een uh, manier van schrijven waar ik zelf ook heel erg voor zou vallen. En dat ja. vond ik een beetje gevaarlijk. Ja. Beetje, dat je er makkelijk zich, in ja. Ja, ja, ja ja, maar op zich zat dat natuurlijk in jullie hele oppakken van. We gaan een dag leven als. Was ook best wel sarcastisch, al met al toch? Tuurlijk. Ja, ja, oh, ja zeker. Ja. Vanuit waar deden jullie dat eigenlijk? Was dat toen al een platform van. Dat, dat onze was, het eigen, nog dat niet. was, het was onze eigen, eigen Instagram-account. Instagram. Oh, ja. ja, we hebben het ook in de hoogtepunten staan van onze eigen Instagram-account. Dat vragen mensen wel eens: waarom staat dat niet in jullie hoogtepunten? Ja. Maar toen hadden we, we Demoni nog niet. Nee. Ja. Nee. Nee. En de naam Demoni, dat vroeg jij net, uh, ja. Jasper. Die heeft mijn vriend bedacht. Dat is grappig. Want wij zaten heel erg diep in Queer Eye. Dat is een van onze favoriete samenkijken series. Yeah. En uh, Jonathan Van Ness, die zegt af en toe damn honey. Ik denk in het eerste seizoen nog dat dat toen was. En toen hadden we het over de namen. We kwamen er niet helemaal uit. En toen zei hij van, kan je het niet damn honey noemen? En toen hadden wij iets zo van, ja, dat is precies wat het is. Want het is damn honey zo van shit, wat, wat, wat kut allemaal nog. Maar het is ook empowering zo van go go for it, yeah. damn honey. En honey is ook nog best wel neutraal natuurlijk qua woord. Dat kan je tegen iedereen zeggen. Dus dat is... Uh, en de, de naam van oorsprong aankomt. daarvan... Dat is toch uit de zwarte community als ik het Goed, specifiek ja. Damn Honey? Ja. Dat is denk ik eerder Yes Queen waar je dan nu naar refereert. Ik dacht ook Damn Honey, maar Misschien Zou ik kunnen hebben. dan, want, dan onze, want onze eerste ingeving was Jas yes, Queen. Ja. Maar daar was. Dat komt uit de, uit de zwarte queer community in Amerika, geloof ik. En toen hebben we ook even wat nagedacht gedaan. in hoeverre dat dan cultural appropriation is. Want eigenlijk, als je niet helemaal weet waar zo'n uitspraak vandaan komt. en de betekenis er niet achter kent. moet je er dan zomaar mee aan de haal gaan. En dat wilden we gewoon niet. Want ja. We willen zo'n inclusieve, neutraal mogelijke. Uh, Titel wilden hmm. we. Dus toen zijn we voor Dem Harney gegaan. Maar volgens voor zover ik weet is Dem ja. neutraal. Oh ja. Maar please laat het weten Als, als je, het niet zo is. Het ja, blijkt nee, te zijn. Nee, precies, ja. precies. En dat is ook... Uh, die link had ik wel zelf gelegd. Dat is ook de reden dat jullie je volgens honingballies noemen. Dat heeft ook met <laughs> honing te maken, neem ik aan. Nou ja, ik heb ooit een keertje in een van de podcast afleveringen geroepen... Doe je honingballen? Gewoon als een soort van... nou uh, Ik weet ja. ook niet zeg maar wat. En toen is, is zij naar mensen mee aan de haal gegaan. En toen kreeg ik op een gegeven moment een brief van een volger. En die noemde zichzelf een honingbal. En toen dacht ik, oh mijn god. Dat is echt <laughs> heel lief. Ja. Ja. Dus nu zijn ze honingballen. Okay. Maar, 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 maar toen legde jij wel de link met honing of niet eens? Ja, nou, ja. Ja, je wel. Ja, uh, ik lele, had nee, okay, wel zoiets gedacht, yeah. maar okay, het was lachen. niet heel bewust dat dit nou zo uit de, de hand zou groeien. lopen. Ja. Nee, nee, nee. <laughs> en hoe, hoe is jullie Community, Want ik, ik volg jullie zelf ook en ik zie dat daar gewoon heel jullie hebben zo'n lieve uh, ook empowering uh, community. Tenminste, het is de beste, leukste, ja, fantastische, community fantastisch. die je kan hebben. Ja, dat is dat fijn. Zegt iedereen hier Leven waarschijnlijk maar... en heerlijk. En, ja, uh, ja. Want hoe, heel hoe, betrokken. Ja, echt absoluut ja. actief. Ja. En ja, hoe, ja, hoe, hoe zeg maar, hoe, waar, waar bieden jullie die platformen? Hebben jullie ook een pod zoals wij ook hebben voor de best social of, of, of een WhatsApp-groep? Nee, we, we hebben dus uh, qua verschillende platformen die we hebben, dus boeken, podcasts. Als, uh, Glamour column uh, en Instagram profiel mm -hmm. en we hebben persoonlijk zelf Twitter maar niet vanuit dem honey dus dat, ook, dat telt niet echt heel erg mee en Instagram is echt de plek waar je merkt dat mensen uh, reacties insturen heel veel vragen sturen uh, via DM of uh, onder post reageren op stories dus daar leeft het heel erg maar zo'n pot of wat de nerds om tafel dan hebben met hun slack dat ja. ik, ik ben daar nog wel heel ik erg weet over serieus, nadenken. ik weet niet van, eens wat het is Um, nou, hoe nou, kan je een plek vinden waar je ik, kan kletsen ik, met Zo elkaar. zat ik te ja. denken toen ik jullie community zag. Jullie hebben natuurlijk zo'n betrokken community. Maar inderdaad op verschillende plekken. En wij hebben zelf een pot voor on, onze podcast. En da daar we, ja, gooien, gooien mensen zichzelf in. Ja. Om het maar even zo ja. te zeggen. Dus misschien is dat nog een leuk idee. Ja. Uh, het is echt in de meest simpele zin van het woord. Het is gewoon een groepschat. Met ja. je community, met je luisteraars. Ja. Uh, om inderdaad ja, ook iets dieper... Uh, in te kunnen gaan uh, op de stof of uh, tips te geven voor gasten of gewoon hoe ze de aflevering vonden. Uh, en ook gewoon wel waar een beetje wordt gepraat op social media. Alleen moesten we dat in het begin een beetje reguleren. Ja, ja. ja, toen heeft Diederik wel, wel een paar keer teruggefloten, want er gingen mensen ja, nog net niet over een weekend hadden hebben. Wat ik ja, ja, ik waren. ben ja. dronken, lol. En toen ging iedereen <laughs> wel een beetje terugfluiten van, ja jongens, het is niet helemaal de bedoeling. En Love you Still hoor. Ja. <laughs> ik hoorde ja. dit in de laatste aflevering met 900 nieuwe berichten. En toen dacht, ik, nou daar zit toch niemand op te wachten om daarin te gaan. Maar wat er dus wel ontstaan is, helemaal los van ons, zijn podcastclubs door ja. heel Nederland. En dat zijn dus mensen die zelf um, een berichtje uh, posten in de stories van, hey, ik woon in Eindhoven, wie wil met mij de Dem Honey Club hier gaan doen? En dan gaan er allemaal handjes omhoog. En die mensen komen dus samen op ongeveer tien plekken of zo. Ja, zoiets. En daar gaan ze dus om de twee weken de podcast bespreken. Ze gaan het hebben over welke boeken je nog kan luisteren, nee, ja. lezen. Ja. Oh, mijn god, dat is god, wat leuk. Cool. En, en, en zij doen dit hebben het zelf. Ja, en ja. zij hebben onderling dat natuurlijk tof. ook weer zo hun WhatsApp-groepen en Facebook-groepen. en weet ik veel wat allemaal. Ja. En dat vind ik heel cool. Want dat is echt goed vind ik, want ik heb jullie boek gelezen en daarin zag ik ook bijvoorbeeld dingen waarin ik dacht: "Oh ja, dat is voor mij is het zo'n privilege om in de stad te zijn opgegroeid en uh, al wat meer met feminisme te maken hebben gehad." Maar dan las ik bijvoorbeeld een hoofdstuk van jou volgens mij van Marilotte... dat jij met fe feminist sokken naar een kringverjaardag was ja. geweest en dat je echt aangekeken werd van: nou, is maar een vaas hoor, lieverd," ja. weet je. Zo. <laughs> En toen dacht ik wow dit is voor mij zo niet herkenbaar en toen dacht ik maar jullie community en jullie zelf dus blijkbaar ook komen daar vandaan zie je dat ja dat, misschien is dit dan een voorbeeld van dat dat ook buiten de randstad en juist in, in kleinere dorpen, misschien waar, waar niet veel feministen te vinden zijn, zijn ze elkaar dan opzoeken. Ja, wel. ik hoop het. Uh, ja. Ik weet wel dat veel van onze luisteraars uh, zitten wel in de randstad maar ik heb het idee dat de bubbel steeds groter wordt. Ja, ja uh, De club zitten wel echt overal. Dat is ja, echt van groot. Die zitten door het heel handen heel het land. In Amsterdam ja. heb je er meerdere, geloof ik. <laughs> het is ja, uh, ja. Echt het is heel, Leuk. heel tof. Heel tof. Ja. Ja. ja, en om het uh, format maar even te bewaken. Uh, bij jullie heeft natuurlijk. Social media een hele grote rol gespeeld in uh, uh, hoe fijn het allemaal uh, uh, uit de hand aan de loop is met jullie. Uh, welke rol speelt social media überhaupt in het huidige feminisme? Heel groot. Ja, je ziet natuurlijk MeToo. Movement is een heel belangrijk onderdeel van de vierde feministische golf waar we dan ja. nu in zitten. Ja. Wat natuurlijk uh, ooit uh, lang geleden begonnen is op, hoe heet het ook alweer, dat, pla dat platform? Uh, Myspace. Even... Ja, Myspace, MySpace nog. Space, Daar ja. is dus de term MeToo voor het allereerst genoemd door Tarana Burke. Hebben we het echt over 2000. Begin tweede, ja, 2001 of Ja, 2004 zo, iets. Of zo? lang Helemaal geleden. Begin, ja. Toen heeft zij het ja. al een keer genoemd. Uh, zij vertelde een verhaal dat zij als jeugdbegeleider op een kamp was dat een meisje naartoe kwam met een verhaal over ik geloof uh, aanranding. En ja. dat zij achteraf dacht: ik had die twee woorden moeten zeggen. Ik had me too moeten zeggen. Dat heeft ze niet gedaan. Misschien uit schaamte, misschien uit ongemak. Ja, ik weet niet precies waarom. Um, en toen later is die term dus eigenlijk opnieuw weer helemaal uh, opgekomen. Ja. Alleen Terrana Burke wordt heel vaak vergeten in dit verhaal. Het is een vrouw van kleur. En dat merk je vaker, dat dus bewegingen eigenlijk ge gejat worden door witte mensen. Uh, dus ik vind het ook belangrijk dat we haar dan nu ook weer even noemen. Maar vervolgens ja. is het op Twitter, is het toen weer um, opnieuw eigenlijk uh, helemaal opgepakt. Ja, toen is het aangezwengeld door uh, Alissa Milano, die, dat, uh, die die hashtag online ja. heeft gegooid. Dus zij heeft het. Uh... Ja, zij heeft dat weer uh, aangezwengeld en uh, zo is het gaan leven. Ja. Want toen werd het we wereldwijd opgepakt. Um... Ja, het is gewoon een heel fijne manier om je, om je verhalen te delen en om in contact te komen met mensen. Die misschien op jou lijken. Dus nou, wat, wat Lisa ook vertelde over die representatie, of wat Martijn vorige keer vertelde: van ja, waar blijven nou eigenlijk alle mensen met een beperking? Die zie ik nou nooit. Ja. Via social media kan je je eigen kanalen kiezen die je volgt. Dus je kan zelf kijken welke mensen je om je heen verzamelt. En dat is uh, denk ik rondom feminisme ook, ook fijn om te kunnen doen. Ja. 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 Want als je de mainstream media bekijkt, zie je nog steeds grotendeels witte mannen als experts aan tafel. Is zo. En toen wij dus Demony de podcast gingen oprichten, toen hadden we ook van we moeten dit zelf gaan doen. Want onze verhalen worden nog steeds niet genoeg verteld. En toevallig hebben we net geleerd dat Wilhelmina Drucker en Dora Haver... in de eerste feministische golf, dat dus heb je het over, 100, over 1900... een tweewekelijks tijdschrift gingen starten... omdat die verhalen niet voldoende in de mainstream media werden verteld. Wow. Dus, dus nog steeds zijn we daar gewoon ja. nog niet. Ja. We hebben het niet over ongesteld zijn of zoals Lisa over seks. Het is allemaal maar, oeh, spannend, ha hihi... Ja. Gewoon serieus een gesprek daarover hebben, dat zie je nog heel weinig. En ja. dat doen wij dus wel in onze ja. podcast. Ja, en ik denk dat je ook via social media, als je trekt naar als je wat teweeg wil brengen, dat social media daar ook, als je kijkt naar stem op een vrouw bijvoorbeeld, dat dat ook allemaal een social campagne heeft gehad. En uiteindelijk is social media daarin de basis om ja. mensen te bereiken. Dus je kan uiteindelijk vanuit social media ook dingen teweeg brengen. Of verzamelen juist. Of uh, hoe heet dat ook weer? Catcalls, uh, ja, Amsterdam, Amsterdam. En die, ja. dat is ook een wereldwijde movement. Hè? Dus ja. is het ja. ook overal. Ja. Dus daarin, denk ik, dat social media ook heel erg. Uh... Ja. En om in jullie uh, thema te blijven spreken, wat is het meest vervelende waar je als vrouw uh, mee krijgt te dielen op social media? Oh, op social media. Ja, ja heel veel ook... haat en seksisme. Ja. Maar, maar dat de... is denk ik net een beetje de vraag, als in bijvoorbeeld. Uh, met een krant of zo. Ja, maar ik van... neem, omdat jullie platform natuurlijk uh, ook heel erg uh, ademt... Uh, alle dingen waar je als vrouw tegenwoordig... of alle shit waar je als vrouw tegenwoordig mee moet dealen, mm -hmm. toch? Ja. ja. En ja, Ik ben benieuwd in dat doorvertalen op social media. Maar heb je het dan over waar wij zelf tegenaan lopen? Maar Want... misschien eerst in een bredere zin van het woord, qua vrouwen. Maar, maar je denk, denk, ziet bijvoorbeeld, ja. als Sylvana Simons ergens op tv is... dan komt er toch een shitload aan racistische, seksistische drek over haar heen... wat gewoon niet normaal meer is... Geen enkel racistisch of seksistisch ding is normaal. Maar ja, zij wordt ook heel erg neergezet. Ze wordt zo als, hard uh... aangevallen. En ze mag niet uh, dingen zeggen hoe ze ze zegt. Want dan is ze meteen weer die boze zwarte vrouw. Uh, vrouwen hebben daar veel meer last van. En dat is iets wat mannen ook graag. Die willen dat niet horen. Ik die, 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 denk dat er nu luisteraars zijn die denken. Nou, 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 nou ik heb ook wel eens een... Uh, wel ik krijg ook wel eens commentaar op mijn tweet. Bij vrouwen is dat meer. En daar zijn ook onderzoeken naar gedaan dat vrouwen veel meer shit online ook over zich heen krijgen. Ja, maar dat is gewoon de wereld natuurlijk. Zeg maar, ook als je kijkt naar, ik denk dat social media gewoon een platform is, net als met een krant. Dus dat bedoel ik met krant vergelijken. Dat als je kijkt naar wat voor shit krijgen vrouwen online op social media, ja gewoon net als in de wereld. Maar het is wel makkelijker. Ja, Het is wel aan. Er zit een scherm tussen, dus het wordt gewoon online gegooid. Het is wel echt het meest verneinige stukje van de mens wat daar naar buiten komt hoor. Als in love eigenlijk gewoon. Wat? Ook, ook gewoon als in love, eigenlijk. Toch? Ja, precies. Ja. Want het ja. is ook niet zo dat je er een gezicht bij hebt. Je kan niet echt reageren. Ja, je kan een, uh, je kan een discussie aangaan, maar dat voelt ook altijd ja. echt als... Ja. Uh, en ja. je merkt ook als er een vrouw ergens uh, aan tafel zit, bijvoorbeeld bij de wereld door of zo, dat het heel snel ook weer over uiterlijk gaat. Van, oh, die heeft een oude kop, die is lelijk, die heeft rimpels, die is te dik, die is te dun. Het is, het is niet een neutraal persoon die daar zit, maar het is in eerste instantie een vrouw. Terwijl als een man er zit, is het een mens. En daar moet, moet nog steeds verandering in komen. Ja. ja. En uh, krijgen jullie zelf, kijk, uh, jullie groeien natuurlijk heel hard, maar is het alleen maar gezellig in jullie DM's of krijgen jullie ook wel. Uh, het is over uh, het, het of algemeen. Of ik het over het algemeen echt wel gezellig in onze DM's. We hebben wel, um, we hebben wel kritische luisteraars, wat we ook heel erg fijn vinden. Ja. Want uh, we kunnen dan een, uh, iets, een opmerking gemaakt hebben waar mensen niet mee eens zijn, of bijvoorbeeld niet inclusief genoeg zijn geweest. Uh, en dan uh, krijgen we daar wel uitgebreide berichten over. En dat is goed, want dat houdt ons scherp. En soms zijn we het ermee, soms niet. En uh, ik, ja, ik ben daar heel erg blij mee. Maar over het algemeen uh, zijn de reacties dat uh, mensen zich herkennen... In, uh, in verhalen van ons of van onze gasten. En, uh, en, en dat ze zich daardoor bijvoorbeeld minder alleen doorvoelen. Want ja. het is natuurlijk ook wat... Uh, ja, dat, je, dat je praat over onderwerpen waar, over, waar niet over gepraat wordt. En dat je opeens denkt, hey, ik ben helemaal niet uh, raar over... Ik, ben, ik, ik maak het ook mee, maar ik ben he dus helemaal niet raar... of ik wijk niet af, want iemand anders heeft het ook. Nee. Dus uh, ja, ik heb wel het idee dat het... Uh... Het was wel nu toevallig, dus gisteren was Internationale Vrouwendag en uh, NOS had daar een story over gemaakt. En heel veel narigheid kwam daaronder te staan. En dan gingen dus allemaal honingballen te zeggen van, nou, je moet de post van Dan niet in het boek lezen. Dus gisteren merkte ik wel, ja. en vanochtend ook weer in de DM, dan komen er opeens wel uh, ja, mensen uit krochten uh, even <laughs> ja. hun mening geven. Ja. Dus bijvoorbeeld iemand die uit het niks dan zegt, en waarom zijn jullie niet meer kritisch op de islam? Dat ik denk, heb je ons werk gelezen, beluisterd? Waar komt dit precies vandaan? Wat bedoel je nou eigenlijk? Wat moet je van me? Wil je gewoon weer je racisme spuien onder het mom van ik ga vrouwen redden? Want daar gaan wij niet aan meedoen. Ja, en dat, 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 dat valt me dan op. Dat als je dus wat groter wordt, dan wordt het steeds minder die safe space. Ja, Als je wat meer gefeatured wordt op de mainstream media, ja. zeg maar, dan uh, als, als het niet van mond tot mond gaat. Want het is tot nu toe heel erg van mond tot mond gegaan. En mensen hebben ons gevonden. Want mensen vinden ons interessant. Mm -hmm. Maar uh, als het op de tv komt of, uh, of, of op een grotere platform, dan, uh, dan is het opeens. Uh, ja, dan weten, dan dan weten de, de negatieve wel. mensen ja, ook te je, ja. Als je zelf groeit in grote bereikheid, dan is het onvermijdelijk dat daar ook het percentage haakt als om het zo over te noemen, op je af gaat komen. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen jullie misschien uh, extra proberen te betrappen op, op onfeministische dingen. Wow. Uh, nou, dat valt wel nee, mee. Hoor. Want ja. onze eerste vraag is ook vaak uh, in de podcast uh, wat is het minst feministische ja. wat je hebt gedaan of gedacht. En dat is ook gewoon heel erg om te laten zien dat we zelf... Lerende zijn in ons hele proces in de, in de, in de podcast nee, en dit. Is, ja. Het is allemaal Maar het leert wel. We hadden laatstgevallig nog iemand die vond. We hebben laatst een boek vertaald samen. Uh, die vond dat we dat niet hadden mogen doen. Ja. Want In de culturele sector is het allemaal al zo dat mensen niet betaald worden. En de vertalers worden al niet um, genoeg betaald, whatever. En die vond dat wij dan dus dat vanuit onze maatschappelijke positie niet hadden mogen doen. Deze okay. vrouw wist niet ja. dat Marilot al zes boeken vertaald heeft, al jarenlang bij uitgeverijen <laughs> werkt. Dat ik ook al meerdere boeken op mijn naam heb. Dus het was echt dat je denkt: van wat kom jij je nou bemoeien ja. hiermee? Ja. Maar ja. zij probeerde ons dan wel eigenlijk ja, te, te, te betrappen of te shamen ja. op iets wat we dan niet. Uh, maar überhaupt daarop voor. We, we, uh, we hebben Jaren Michels ook het gast gehad, uh, ja. een paar afleveringen terug. En die uh, sowieso uh, gewoon qua uh, milieu en qua feminisme uh, gewoon best wel activistisch is. En die zegt ook van ja. Weet je, je houdt altijd mensen die je, die je proberen te betrappen op iets wat je fout doet. Maar je, je, ja, om überhaupt een verandering te brengen, dan doe gewoon iets. En het ja. kan zijn dat je in het begin nog niet tien van de tien dingen goed doet. Maar als je helemaal niks doet, dan verander je sowieso helemaal geen fuck. Ja. Dus het is ook heel makkelijk om natuurlijk net dat uh, eruit te pikken uh, wat je misschien niet uh, doet. Maar ben je ik eigen. heb wel bij veel, als je dat, dat zou ik dan niet betrappen noemen, maar bijvoorbeeld in een van onze allereerste afleveringen heb ik het over blanke mensen in plaats van witte mensen. Ja. En hebben we daar een hele goede brief over gekregen over wat het verschil is. En daar heb ik gewoon heel veel van geleerd. En dan had ik ook kunnen zeggen van, en ik moet gewoon zelf kunnen kiezen wat ik zeg. En in de verdediging en. Maar wat wij juist willen doen is luisteren naar mensen, want uh, die mensen die het zelf meemaken, dus ook bijvoorbeeld validisme, mensen met een beperking die nergens naar binnen komen... omdat er nooit een toegankelijke ruimte is... dan heb ik liever dat ik luister... dan dat ik meteen ga... ja, maar we moesten toch een plek... en dus, is. De, ik probeer nee, eerst te luisteren. Ja. 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 En dat zie, ik, dat, dat zie ik dus niet als betrappen. En echt fijn dat, het, nee, goed, dat dus. jullie gestart zijn... met Dem Honey uit een soort interesse... En, en gewoon emotie ook eigenlijk. Dat pamflet is daaruit... tot uh, stand gekomen. En dan vind ik het leuk om te zien dat je zelf... zoveel leert in iets wat je zelf maakt. En ja. dat doet, zeg maar... Die curve bij jullie is volgens mij enorm. Ja, we Klopt. hadden het ook echt helemaal niet verwacht, denk ik. Want in eerste instantie was het gewoon... we zijn kwaad en we willen onze frustraties uiten. En toen opeens uh, nou ja, het meest, meest gehoorde uh, kritiekpunt op uh, ons eerste boekje is... het is wat te dun... En het is natuurlijk ook vrij beperkt, omdat er alleen onze eigen ervaringen in staan. Dus toen hebben we, zijn we de podcast begonnen om ook andere mensen een podium te geven. Nou, en toen ging er echt een wereld voor ons open. Want ja. We hebben zoveel geleerd. Ja, dat had zoveel ik, termen ook. Ja, zoals, uh, uh, intersectioneel uh, interseken... feminisme. Nooit ja. van gehoord. Maar validisme uh, ook niet. Geen idee. Dus uh, dat, ja, opeens ben je je zo bewust van de dingen. En, uh, en, en ja, dat is echt een, echt een groot geschenk wel hoor. Ja. En hoe gaan jullie dat doen? Want dan vraag ik me af, als je kijkt naar die twee uh, boeken, de eerste is dan dat pamflet, en de tweede is dikker en inhoudelijker ook. Mm -hmm. Tenminste, vond ik. En uh, wat jullie kracht is in mijn ogen, is het laagdrempelige en het uh, luchtige. Uh, hoe, hoe, wat zijn, is jullie volgende stap, zeg maar? Uh, hou je dat erin als je. Nu al zoveel weet. Even ja, zeg maar waar ja, houden we? wel. Ja, ja en uh, ik denk dat we soms uh, eventjes eraan herinnerd worden ook weer. Als we zo uh, iets, iets zeggen in de podcast en dan denk ik. Oh, weten, weten, weten mensen dit? Want je kan er niet altijd van uitgaan dat, dat iedereen vanaf het begin met je meegeleerd heeft. Mm -hmm. Dus we proberen het wel zoveel mogelijk weer uit te leggen. Dus, uh, en, en onszelf ook scherp te houden dat we uh, bepaalde termen altijd weer even, even uitleggen aan mensen die misschien niet weten wat het betekent. Want, ja. want wij wisten het. Vorig jaar ook nog niet. Nee. Ja. Ook wel tof dat je uiteindelijk ook door je eigen community gewoon best wel wat leert. Ja, heel, ja. Ja, heel veel. Ja, want juist al die verschillende perspectieven zijn dus heel belangrijk in het feminisme van nu. Dus het gaat al lang niet meer aan witte vrouwen die aan de top zouden moeten komen. Want dat is echt maar zo'n minor klein ding. Er zijn zoveel dingen. En vooral dus mensen met een beperking en mensen van kleur die. Hebben een compleet ander beeld. Uh, die zitten met heel veel andere shit. En die hebben we dus ook in ons tweede boek, in heb je nou een vriend, hebben we die ook een, een platform gegeven. Doordat zij zelf hun shit met ons mochten delen. En daar staan wij ook weer te kijken. Dat je ja. denkt van denken we niet eens fuck, fuck nee. is dit ja. zeg. Nou, nee, onbewust heb je ook natuurlijk zelf ook een paar blinde vlekken. Absoluut, ja, wij ja, ja, zijn super ja, ja. gepriveerd. Ja. Want wij zijn uiteindelijk dus ook weer witte vrouwen, hoog opgeleid. Uh, nou ja, prima jeugd gehad. Dus ja, ja dat is wit feminisme natuurlijk, ja. waar je het dan ja. over hebt. En, ja, en ik denk ook trouwens dat je zoveel vorm hebt van feminisme, want uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld, even op, voorbeeld dan, daar wil ik ook nog vragen over stellen, ik, ben, ik zou mezelf ook feminist noemen, maar ik zou bijvoorbeeld niet met tepelkwastjes naar boekenbal gaan, <laughs> <laughs> gewoon omdat ik me daar niet comfortabel bij voel. Jullie wel, hoe was dat? Erg leuk. Ja, dat was het. Uh, Apart. Kijk, wij houden heel erg van tepelkwastjes. Die dragen we denk ik al een half jaar of zo naar, naar de Gay Pride. Naar, uh, wat hebben we nog meer? Milkshake, Milkshake. Naar ons eigen feest. Ja, naar ons eigen feest. We zijn het al best wel gewend. Het is niet eens zo heel spannend meer. En het thema van de Boekenweek is Rebellen en Dwarsdenkers. Nou, wij werden uitgenodigd, dachten we. Dan gaan we in joggingbroek. Wel in een luxe joggingbroek met glitterstof. <laughs> uh, en tepelkwastjes, want dat is dus re rebels zijn. Ja. Plus, um, overal zien we beelden waarin vrouwen geseksualiseerd worden. Dus op straat, re reclamecampagnes en zo. Maar als vrouwen het zelf doen, is het opeens een probleem. Uh, en Instagram bijvoorbeeld, daar mag je ook alweer niet je titel laten zien. Nee, dus er, bent... zijn, er zijn allerlei restricties. Wel bloot, maar niet bloot. Wel zo, maar niet aandachtstrekken. Dus wij dachten. We doen het gewoon. Ja, en dan heb je bij mij ook nog mijn, mijn, mijn tetten zijn zeg maar niet echt missen. Als je <laughs> tempelkwastjes uh, opdoet. En dan uh, is het ook nog wel een beetje. Want ze zijn niet echt beschaafd. Zou, je zou ze niet beschaafd noemen. Dus ze passen ook niet helemaal in het beeld van. Oké, okay, als je dan met tepelkwastjes gaat, dan moet het allemaal maar wel. Dun en, 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 en niet te aanwezig zijn. Dus ik doorbreek daarmee ook maar gewoon uh, gelijk de uh, schoonheidsidealen. Ja, mensen dachten dus dat wij van de entertainment waren. Mensen ja. vroegen ja. wat is hier de bedoeling? Oh, dat heb ik ook wel eens gehad op een shootdag. Dat het was, nou, visagie. Ofzo. Nee, regisseur. Hallo? Ja. Ja. In het parool uh, stond dat er twee meisjes binnenkwamen met kwastjes. Nou, wij zijn dus vrouwen van boven de dertig... die twee boeken hebben geschreven en een goed lopende podcast maken. I don't know. Misschien had je je even in kunnen lezen voordat je meisjes zo ja, erg. Ook hoor. als je kijk naar mannen, even als zij dan. Want ik heb dat gelezen en toen viel ik ook over dat woord. Omdat je kijkt, als je, als je twee mannen zegt, die vragen eens de bar op, zou het überhaupt niet erin komen te staan. Nee. Maar ook jongens, zeg maar jongetjes. Dat zou nee. dat toch nooit... Nou, ik, ik vind dat echt wel bizar. Dit was echt twee meisjes, twee giechelende meisjes van het vermaak komen binnen en vragen waar de bar is. Nou, het feestje kan beginnen. Het was echt heel denigrerend. Ja, ja. Mensen geloofden ook niet dat wij boeken hebben geschreven. Nee, want ik heb echt een best wel... Maar het, het is niet zo dat jullie jezelf hebben hoeven te verdedigen op die avond. Ja, ja wel. zeker wel. Want er kwam een man op me af, echt, echt bulderlachend van... Nou, jij hebt zeker ook een boek geschreven. Toen zei ik, ja, nee, kan je lachen, is wel zo. En toen was het... <laughs> en, nou, ja. en, 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 en hij luisterde niet eens meer. Het was echt echt een soort van, nou dat kan niet, want de, 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 deze meid is bloot en uh, dan kan je blijkbaar geen boek schrijven of zo. Dus ik vond het best wel, dat was ook wel echt een vervelende, vervelende interactie ja. vond ik, want het was gewoon echt even pijnlijk duidelijk uh, uh, hoe de wereld in elkaar steekt ja. Ja. En, in, en de reacties die ik dan ook krijg van Sommige vrienden is ja, maar zo is de literaire wereld. Ik wilde gewoon. net zeggen, je zit ook wel op zo'n event in de in de leeuwenkooi, of hoe noem je dat zeg maar. Ja, nou ja, dat kan ja. wel zo zijn, maar ik kan ja. wel, ik, ik denk dan wel, oké, okay, je kan zeggen, zo zit de literaire wereld in elkaar, of zo. Uh, Prima, dat is dan blijkbaar hoe het nu is. Maar ik, heb, ik ben geen zins van plan om daar genoegen mee te nemen. Nee, absoluut niet. Er was een vrouw die kwam ook tegen ons zeggen... dat we ons niet boos mochten maken op mannen die aan ons zaten die avond. Want ja? Ja. Wow. die generatie die had dat zo geleerd. Dat was een ah. hele rare discussie ook. Dat hij zei groot, van, mag ik de niet de kiezen wanneer ik boos word? Mag ik niet kiezen dat ik niet aangeraakt wil worden? Terwijl door... kijk is prima. Wij snappen heus wel dat het nogal opvallend is. Tuurlijk. Kijk lekker. Haha, ha, prima. prima ja. Echt helemaal prima. Ja, maar want maar anders had ik niet dat zo... niet aangedaan. Het is ook niet zoals of jullie niet begrijpen dat als, jullie, als je met tepelkwartjes gaat komen. dat er dan mensen naar je gaan kijken. En dat maar, je... Dit, ja, eh, nee, maar dit is nee, echt is verkapt ja. zeggen van kort rokje, dus verkracht. Nee, maar daarom. Je lokt het zelf uit. Ja. Of wel, je vraagt erom. Maar het verbaasde me wel hoe opvallende verschijning wij waren. Echt. Ik had niet verwacht dat het zo'n ding voor de mensen zou zijn. Nee, want je hebt natuurlijk ook wel wel een movement binnen de ja, literaire wereld, vind ik nu. Met ook Tatjana, die een boek heeft geschreven. Uh, ja, ik zag het publiek dat erheen ging, vond ik ook nog wel breed. Maar dan maar de was... mensen in de zaal waren wel dat, zeg maar. Ja, het was een, een duidelijke tweedeling, vond ik wel, tussen de jongere generatie, die allemaal best wel heel cool reageerde en het allemaal tof vond en zo. En dan dus de oudere generatie die zich... Uh, ja, nee, die, die niet wist wat, wat er over kwam. Ja. ja, interessant ook wel. Echt die clash zo in de ja, stad Schouwburg dat was, uh, was, uh, dat ja. was het toch? Ja. Ik wilde ook net vragen, van, heb je dan ook het idee... dat de, uh, de, de irritante reacties vooral uit mannelijk hoek kwamen? Of was het dus meer een generatieding uh, aangezien een vrouw jullie er ook op wees? Ja, nou ja, dat... Dus, ik denk dat het heel geïnternaliseerd is bij, uh, zeg maar, bij mannen. Uh, de, ik, heb meer, ik heb meer opmerkingen gehad van mannen... Maar de, er zijn genoeg vrouwen het ermee eens. Denk ja, ik dat Er je was niet ook uh... iemand die vroeg van waarom heb je dit nou weer aan? Dat was een vrouw. En toen dacht ik van, oh ja, ik, denk, ik had het gevoel dat zij het dus aandachtstrekkerij of toch storend vond dat ik dit had gekozen. Ja. Wat zeg je, dan? je hebt natuurlijk geen mannen alleen hè, die seksistisch zijn. Nee, daarom, dat was nee, zeker, zeker niet. Oh, toen heb ik uh, Ik zei, uh, waar, waarom nou? Rebellen, dwarsdenkers, feminisme. Ja. toen liep ik door, want ik had daar ook geen zin in. En verder, sommigen mensen zeggen dan ook, ja, er is een tijd en een plaats. En dit is niet de plaats. Nou, ik denk, dit is juist de plek. Dit ja, is de plek. juist. Dit is de rebellen. Ja. Ja. ja, dit is het. Maar ja. ja, ja, en ook voor diegenen dat niet, maar voor jullie misschien wel, ja. Ik vond het leuk, ja, ja, ja. Maar überhaupt, uh, omdat we net ook over blinde vlekken hadden uh, uh, en jullie jaren ervaring in feminisme, uh, merken jullie daar een soort patroon in heel veel blinde vlekken die heel veel mensen hebben die ik misschien uh, toegankelijk. Ja, toega Deze studio is ja. niet toegankelijk. Als je een rolstoel gebruikt, kan je hier niet een podcast opnemen. Kijk. En daar is waarschijnlijk is, komt dat doordat het hier goed geluid is. We zitten namelijk een beetje onder de vloer. Um, dus ja, begrijpelijk. Maar zo niet ja, zo ja. niet over nagedacht. En dat zijn dus echt heel, heel zo veel. Heel veel gebouwen plekken in Amsterdam hebben geen wc waar je naartoe kan als je een rolstoel gebruikt. Hebben een drempel, hebben een trapje. En we vinden het allemaal maar normaal met z'n allen. En de reactie is vaak ook nog als je iemand erop aanspreekt. Ja, maar mensen in een rolstoel, die komen hier niet. Nee, Omdat ze niet S erin ja. kunnen. Zo had je nee, het lekker dat, in de stand. Ja. Ja. Daar ja. hebben we ja. heel veel rondom dat validisme en ook rondom ons taalgebruik. Dus uh, nou ja, schelden met bepaalde woorden die uh, met ziektes en zo. Daar, daar zijn we echt wel door aan, te, aan het denken gezet. Ja. ja. Maar dus. Um, uh, ik ga ook misschien even wat leekvragen stellen. Maar betekent dat dan ook dat uh, feminisme ook deelstaat voor inclusi uh, Absoluut, ja, inclusiviteit? Ja. Ja. Of is het juist dat. Um, ja, inclusiviteit. Uh, ja, is het zeg maar een onderdeel van feminisme of is feminisme een onderdeel van inclusiviteit? Ja, we, de, je hebt zo'n zin dat je, all oppression is connected. Dus, ja, de, ja, de, dus we enough. vechten we vechten tegen. Elke vorm van ongelijkwaardigheid. We hebben ook in ons, in ons tweede boek geschreven. van we gaan door tot elke kruimel ongelijkwaardigheid weg is. Want veel mensen zeggen natuurlijk. feminisme is niet meer nodig in Nederland. Ja, um, is... Nou ja, de, er zijn nog zoveel dingen. en elk klein dingetje. of bijvoorbeeld trans mensen. die hebben ook nog zoveel shit. Uh, ja. die ze over zich heen krijgen. waar je dus als cis-mens. Cis daar hoef je niet over ja. na te denken. En ik denk dat we, wat, wat dat betreft. en dat zie je ook al op social. dat je dat we wat dat betreft echt nog in een hele echte beginfase zitten. De, ja. um, de, ja. De, ja. En ook een soort schifting denk ik ook omdat um, heel veel mensen nu ook denken dat feministen allemaal okselhaar hebben, terwijl ik, ja, ja. en dat het woord zelf ook best wel veel Um, ja, in ieder geval dat mensen daarvan schrikken. Daar worden mensen al boos van. En dat zegt al dat ja. feminisme nog nodig is. Ja, ja, ja. Ik denk, dat ik ook, denk ook, ook dat best veel mannen gewoon een beetje, stiekem ook echt gewoon geïntimideerd zijn, hoor, ja. al die uh, activisten. Ja, vrouwen. maar dat vind ik dus heel jammer. Want um, ik wil niet zeggen dat we mannen nodig hebben om dingen te bereiken. Maar wat ik... ik zou dat wel willen ja, zeggen. Ik ja, oké, okay, bedankt. Maar wat ik wel... <laughs> ik vind het daarin zo lastig, want ik, daar, dat woord, dus feminist, dat is gewoon als je dat zegt, ik ben feminist, dan schrikken mannen daar vaak van. En dat vind ik heel jammer, omdat ik echt denk dat we juist hun nodig hebben om het te gaan bereiken en om verandering teweeg te brengen. Omdat het gaat om dat we iedereen meekrijgen. En mannen ja. is iedereen. Dus dat, ja, daar, dat vond ik jammer bij de, bij de march. Dat daar gewoon, tenminste wat voor zover ik heb gezien en ik hoorde ook wel een paar verhalen daarover, dat er gewoon weinig, relatief weinig mannen te bekennen waren. En dat vind ik zo jammer. En ik vraag me echt af, hoe kunnen we dat nou gaan doen? Maar goed, daar gaat deze podcast niet over. Maar... Nou ja, ook. En uh, ik denk dat je gelijk hebt, want um... Vrouwen emanciperen zich een slag in de rondte, want ze uh, kunnen werken en, 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 ze dragen broeken. en dragen broeken. En uh, je, 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 zeg maar, vrouwen kunnen zich opeens bewegen of, of hun leven uh, uh, indelen zoals mannen. Maar he, zijn mannen de, de zeg maar, vrouwen dingen gaan doen? Nagellak, zijn ze meer gaan zorgen? Dragen ze, nagellak, dragen ze nagelak? Dragen ze rokken? Uh, niet dat ik nou niet dat ik nou wil zeggen dat elke man rokken wil dragen of zo, maar het is niet genormaliseerd en het wordt juist uh, gezien als, uh, als iets minderwaardigs als je als man... Je kan niet als, als man met een rock de straat op. Maar het is ook, ze zijn niet meer gaan zorgen uh, 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 en uh, vrouwen doen nog steeds al het zorgwerk. Of in ieder geval anderhalf keer. Het ja, is zorgwerk. Het is niet echt naar elkaar toe aan bewegen nog steeds. Nee. De vrouw nee, het is de vrouw die, die beweegt naar de man, maar ja. de man die, die weegt niet terug. Mm -hmm. ja, ja. Ze dus hebben ja. mannen wel nodig. Maar ik ben ja. wel benieuwd, want Jasper, zou jij jezelf als cis man, om je even zo te bestempelen, uh, identificeren als, men, of zou je jezelf een feminist noemen? Nou, moet ik weer denken aan Jara. want die zei ook, hoe goed je nou be je feminist. Eigenlijk moet je denk ik gewoon vooral de, de mannen de vraag stellen van, vind je ook dat vrouwen uh, evenveel salaris moeten krijgen en gewoon op heel veel dingen gelijk behandeld moeten worden? En dan zullen ze eerder ja zeggen, ik net zo goed. Uh, dus in dat opzicht denk ik wel dat ik feministisch ben. Ik ben alleen geen... Uh, activist, feminist, omdat ik waarschijnlijk een cisman heeft die inderdaad uh, uh, sommige problemen of vervelende dingen uh, in zijn omgeving niet mee te delen krijgt. Dus misschien dat ik inderdaad wel een voorbeeld ben van ook iemand die dan op zondag uh, gaat voetballen in Hees en niet uh, bij, de bij de Woman March is. Ja, nee ja. Maar, maar ik denk dus echt dat er, dat is ook wel een soort misverstand, dat je als feminist de hele tijd de barricades op moet. Ik denk dat het heel zinvol is als jij bijvoorbeeld bij de lunchtafel. Stel er komt een seksistische opmerking of een racistische opmerking, dat jij dan nou zegt: Dat vind ik niet oké. Okay. Ja. En we krijgen vaak brieven van vrouwen die zeggen dat ze op hun werk een vervelende situatie meemaken, en dat de hele tafel stil blijft, en dat zij vervolgens in hun eentje moeten gaan vechten voor hun. Ja, voor hun bestaansrecht op dat kantoor. En, en dat zou zoveel helpen als er dan... al is het er maar één man ja. is die zegt van... ik ga aan jouw kant staan, ik ben een ally. Ja. En daar kunnen we jullie heel goed voor gebruiken. Ja. Je hoeft echt niet de hele tijd te gaan schreeuwen op de voorgrond. Je hoeft geen feministische podcast te maken. Ja. Spreek je gewoon uit. Maar ja. ik denk dat het met voor alle minderheden geldt. Dat was ook een van mijn grote eye-openers in... Uh, het racisme-debat, zeg maar, dat ik op een gegeven moment dacht, ja, wat kan ik als wit privilege bijdragen, wat kan ik doen. En toen realiseerde ik me ook dat bijvoorbeeld in groepen met opmerkingen, dat er dan ook altijd verwacht wordt van iemand van kleur, dat diegene daar iets over zegt. En toen dacht ik, nee, eigenlijk zijn juist degene die dat witte privilege gebruikt, dat privilege om er iets van te zeggen. Ja, en hetzelfde precies. denk ik voor de mannen. Als je luistert, uh, <laughs> als je vindt dat gelijkheid belangrijk is, spreek je daarover uit als je iets hoort binnen je mannelijke... Ja, Hoopen. dus dus inderdaad niet eens als er een, uh, een vrouw aanwezig is die inderdaad ergens voor aan het pleiten is, maar als je inderdaad in je mannelijke kring al... Ja, zo wil ik niet praten over vrouwen. Ja. En bijvoorbeeld, kijk, jullie maken een podcast, daarmee heb je een platform, daarmee kan je mensen een stem geven. En het is heel belangrijk dat je dus nadenkt over wie je een stem geeft. En dat doen wij dus ook heel actief in onze podcast en met ons boek. We kijken naar welke stemmen kunnen wij vergroten. Kunnen we... Ja. En we horen dus dat onze gasten, die worden dus vervolgens weer gebeld door bijvoorbeeld het, uh, jeugdjournaal. Ja, het jeugdjournaal Huda Lukili, die zat bij ons over sport. Uh, ze is uh, uh, een super, super cool wijf en uh, die is dus er na weer door het jeugdjournaal gebeld van kom je een keer bij ons dus uh, en nog door iets anders ook geloof ik ook weer bij een podcast ja, dus maar op die manier in geef je een podium ja. je bent er eigenlijk ja. niet bewust van hoe, hoe jij dat vergroot... glas kan ja. zijn naar de wereld ja dat is fijn ja zeker wel maar goed ja ik heb ook wel eens een keer tegen kato gezegd dat ik voor mij is het contrast best. Uh, uh, ik kom dus uit een Brabants dorp. Jullie komen zelf ook uit een dorp. Ik weet niet hoe vaak komen jullie nog terug in het dorp? Niet zoveel. Nee, nee, niet zoveel. Eén keer per maand. Okay. Ja, heel wacht. Okay. En, okay. nee, nee. en, en merk je als je daar terug bent al meteen van wow, dit is zo niet inderdaad mijn Amsterdamse bubbel of mijn iets meer woke bubbel dan uh, uh, waar ik uh, me veel al in begeef. Eerlijk gezegd. Uh, ben ik gewoon dan thuis en dan ga ik weer terug naar Amsterdam. Dus het is niet zo dat ik me echt in dat dorp. Oké. Okay. Nou, je merkt wel op een verjaardag of zo dat er misschien net wat anders over dingen nagedacht wordt. Ja, maar dat maar ik, bijvoorbeeld ja. laatst maakte mijn eigen zus een racistische opmerking. En toen zei ik er wat van. En toen, nou ja, dan heb ik er wat van gezegd. Ja, ja, en ik, ik wil niet zeggen dat ik, nu haar, dat ik haar nu veranderd heb of zo. Maar ik denk dat zij zich er niet bewust van was wat ze nou precies zei. En ik hoop dat ze dat meeneemt. Ja, maar ik, vind, ik vind het daarom ook juist zo. Ik, ik, ik werk ook al een jaar bij de Best Social meer. En ik vind het juist ook zo. Verfrissend inderdaad dat ik in deze bubbel ben beland. En ik vind het ook altijd zo'n contrast met de voetbalkantine waar ik zondag zit. Zeg maar. En ik ben daar echt niet uh, aan het preachen uh, in tijden van de Zwarte Pieterskeuze. Maar ik ben wel daardoor met een teamgenoot wat vaker erover in gesprek gegaan. Dat is dan ook wel echt een goede vriend van me. Maar uh, in tijden van de Zwarte Pieterskeuze had ik wel daarvan. Ja, oké, okay, maar uh, laten we dit eens echt even bespreken. En als Puntje bij paaltje komt, dan is in sommige groepsapps... worden allemaal van die platte kutgrappen doorgestuurd. Maar om dan, uh, dat zal ik dus niet doen aan de tafel met uh, het hele voetbalteam of zo. Maar, maar wel dat ik hem er even bij nam van... oké, okay, nou vertel eens jij erover denkt en waarom jij A, B of C denkt dan. Ja, ja. En dat heb ik dus wel degelijk inderdaad uh, een beetje ontwikkeld... Nou, ik ook, ook gewoon veel meer in Amsterdam uh, zit en werk. Uh, en daar ben ik me ook best wel dankbaar voor, voor die inzichten... en uh, in een andere bubbel terechtkomen. Maar hopelijk vergroot het zich dan ook als jij ja, je yeah. daaruit spreekt. Yeah. En je zet daar iemand aan het denken. Uh, en die zegt misschien ook weer eens een keer wat. En dan, dan wordt het groter. Ja, je ja. dan... hoeft ook niet boos te worden. Je nee. kan gewoon zeggen: hé, hey, ik vind deze meme, dat vind ik niet oké. Okay. Nee, Punt, klaar. Is zo, is en dan, is dan heb jij gewoon je ding gezegd. En als alle anderen zeggen: nou, oh, oh, ik vind het hilarisch. Dan dan ja. je het daarbij. Ze weten in ieder geval dat jij het niet oké okay vond. En misschien dat iemand anders het ook niet oké okay vond. En nu ook maar een beetje yeah. meedoet in de. Het zwijgende midden is misschien wel de gevaarlijkste groep. Ja, dat vind ik ook. Ik denk dat je uh, je dan echt bewust moet zijn van hoe zwaar jouw stem weegt binnen zo'n groep. En dat is zo belangrijk, want hoe meer jij je daarover uitspreekt, jij staat heel dichtbij jouw voetbalgenoten. En zodra zij van andere mensen horen die verder van hun eigen wereld afstaan, van ja, de zwarte piet is niet oké, okay, dan zullen ze dat ook sneller zien als ja, nou ja, ze, ze, ze zijn niet soortgelijk, zeg maar, als nee. ik. En als je zodra jij dat zegt, dan nemen ze jouw mening veel serieuzer. En dat is zo belangrijk. En ik kan me heel goed voorstellen dat het dan is van ja, geen zin in, ben heel, ben daar te moe voor. Nou, weet je hoe belangrijk het is om dat wel te doen? Ja, want, ja, want ja. je stem is gewoon veel, zwaar, veel zwaarder dan je denkt. Ja, en ze nemen dingen sneller van jou aan dan van anderen. Dus. Is zo, is zo. Ja, ja zie het als, ik als een kans. en je dat mijn voetbalteam bestaat uit twintig uh, nee, racisten? Nee, als, <laughs> als jullie luisteren. Ja. <laughs> ja. Maar je merkt wel dat gewoon seksistische grappen best wel genormaliseerd. Dat we het allemaal ja, oké okay ja, ja, vinden en ja, allemaal ja, maar mee ja. moeten lachen. En veel vrouwen lachen ook mee. Want wat wou je dan doen? Anders ben je weer die boze feminist aan de lunchtafel altijd de sfeer verpest. Ja, en dat is dan weer waarom het eigenlijk fijner is als bijvoorbeeld een man zijn back open trekt. Want dan is het... Dan ben jij wat minder de hysterische vrouw die zich weer eens druk maakt over een seksistische grap. En is iemand anders. Staat gewoon achter je. Ja, ja. ja, ja. ja dat is. Ik op ook. dat vlak mensen die zich uitspreken. Wie uh, op social media. Uh, vinden jullie daarin heel inspirerend? Ik vind Devika Partiman, de oprichter van Stemmen van Vrouw. Zij, op Twitter uh, is zij altijd heel raak. En Clarice Gargaard ook. Dat zijn en, toch wel twee, uh, mensen op, twee stemmen op Twitter waar ik heel veel uh, ja, weer van leer. Ja, en, uh, en Annika Mel. Die uh, wil ik ook eventjes noemen. Want uh, zij uh, is iemand die. Uh, uh, een rolstoel gebruikt en ook veel. Uh, hoe noem je dat? Huisgebonden. Ja, ze is chronisch ziek. Ze is chronisch ziek en ze, en ze kan vaak haar huis niet uit. Maar zij uh, um, um, op uh, Instagram uh, post zij daar ook veel over en zij leert ons daar heel veel over. Dus dat is uh, vergroot je wereldbeeld. Goede hebt, ja. En wat zou uh, ja, je hen doen? Ja, het is Annika Mel, maar dan met alleen maar de. Uh... Niet de klinkers, niet de klinkers. Ik weet dat ook al. N-K-M-L-L. Uh, en in, diezelfde, in datzelfde straatje is bijvoorbeeld ook Ziektepodcast. Ja. Dat wordt ook gemaakt door uh, mensen die zelf ziek zijn. en die dus allerlei dingen hebben waar wij geen weet van hebben. Ja, okay. of, ja. En die dus de hele tijd tegen de ontoegankelijkheid van de wereld aanlopen. Bijvoorbeeld, de rietjes, de plastic rietjes, die willen ze nu uh, verbieden. En de heel Groen Nederlands, natuurlijk, jee. En dan zij wijzen denken... zij erop van ja, maar wij kunnen niet, wij moeten die rietjes. Zonder die rietjes gaan er erg dingen gebeuren. En dan zeggen mensen: je kan toch een alternatief? Terwijl zij hebben de alternatieven geprobeerd, la la la. En dan spreken ze zich daarover uit. En daar leer ik dus veel van, want ik zou in eerste instantie ook zeggen: weg met plastic rietjes, jee. Ja. Dus ja, ze kunnen ja, je denkbeeld veranderen. Ja, precies. Oké. Okay. Want hoezo hebben zij rietjes nou. Zeg maar, nou, sommige eh, mensen die kunnen niet uh, zelf een glas bijvoorbeeld optillen. Dus die zijn. Uh, ja, die zijn Bijna afhankelijk eigenlijk van Maar qua ik bedoelde papieren rietjes en, of zo. Die een papieren rietje wordt dus weer snel slap. Een ah. uh, ijzeren rietje wordt heet als je er thee mee drinkt. Een kunststof rietje, er komen snel bacteriën in. En deze mensen hebben vaak ook te maken met een uh, verslechterd uh, immuunsysteem. Dus ik kan het nu al fors gaan uitleggen. Maar er zijn dus heel veel redenen. En mensen hebben de neiging om daar overheen te schreeuwen. Ja. Dus ja. nee, er zijn echt wel alternatieven. Terwijl zij zeggen, er zijn geen alternatieven. Luister naar ons, die rietjes mogen niet verboden worden. Ze zijn van levensbelang. Nou, Ik vind het ja. dus belangrijk dat dat soort stemmen Goed. gehoord ja. worden. Ja, ja, absoluut. Maar uh, uh, hoor ik jou vervelend genoeg... en misschien heb ik niet gelijk, ook, uh, nou alleen maar vrouwen opnoemen... die op social die ze daar uitspreken. Heb je ook een voorbeeld van mannen die... Uh... Rondom feminisme? Ja, ja, ja. Nou, we zijn een heel groot fan van Jens van Tricht oprichter van Emancipator. Hij is ook in onze podcast geweest over mannen en feminisme. En hij heeft bijvoorbeeld het concept manbox aan ons verteld. Dus dat je als man eigenlijk in een heel krappe box zit... en je hoeft dus maar net een stapje erbuiten te zetten. Dus bijvoorbeeld net een keer te denken... ik doe iets kleurigs aan, of ik laat mijn haar lang groeien... of ik, ik lak mijn nagels, nagelak, zorgen. Weet ik veel wat je allemaal niet mag als man. Thee drinken. <laughs> en dan ben je al meteen weer niet, niet man genoeg ja. of zo. En ik denk dat het voor mannen... dat er nog zoveel te behalen valt, zoveel bevrijding is... als je wel mag huilen en wel... Wel, nagelak mag opdoen. Nou, dat is elke keer heel specifiek dat voorbeeld. Dat slaat niet echt ergens op. Maar misschien meer zorgen. Of, nou. ja. En hij heeft ook een boek geschreven waarom feminisme goed is voor mannen. En dat is echt briljant. Maar zijn mannen dan zo bang om daaruit te komen? Of zijn ze gewoon zo erg. Uh, hebben ze gewoon zoveel blinde vlekken dat ze ook gewoon uh, ja alleen maar in die uh, box kunnen zitten of zo? Ja, ik denk dat mannen wel uh, die zitten vast aan. Je wordt als man wel snel geacht om uh, stoer te zijn. En om uh, uh, de vrouw de te verdedigen. De provider. Je, bent, zeg maar, je, je moet je groot houden. Zijn. Je mag niet huilen. En uh, uh, als je dat wel doet, dan zijn dat allemaal... Um, dat uh, Ja, precies. En, en dat zijn dan dingen die geassocieerd worden met vrouwen. Dat is, dat is iets en dus vrouwelijk om te doen. Ja. En dus is het slecht. Ja. Want als we, we zitten natuurlijk met een man aan tafel. Ja, voel je dit? Ja... Niet echt, maar um, tegelijkertijd stel ik uh, die vraag ook omdat ik ook niet per se een behoefte van binnen voel. Dus misschien ben ik ergens wel het goede voorbeeld, maar ergens ook niet. Um, omdat ik denk niet dat ik een drang heb van, ik denk van, mm, die kans zou ik iets vaker van mezelf willen laten zien. Want ik denk... En ook niet andersom als, weet ik veel, hier uh, dus jouw vriendin dan vraagt: hé hey Jasper, wil je deze lamp ophangen? Dat ze ook al even in hokjes denken, alsof zij niet zelf een lamp op kan hangen. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld, en jij denkt: uh, hoe moet ik dit doen? Voel je dan ook niet mannelijk? Of... Nou, het heeft meer met mijn uh, nee, dat denk ik niet. Maar uh, uh, toen ik in ons nieuwe appartement lampen op ging hangen en het lukte, <laughs> voelde het wel echt als persoonlijke overwinning. <laughs> maar ook omdat ik uh, dacht dat ik gewoon twee onwijs linkerhanden had, uh, ik moet wel zeggen dat dat inderdaad wel eerder de dingen zijn die ik doe. Hmm. Uh, dan Iris. Dat is denk ik ook helemaal niet erg. Maar ja. bijvoorbeeld de zelfdodingcijfers, mensen in de gevangenis, de daklozen. Daar zie je dat er veel meer mannen zijn. En dat is toch interessant om te kijken van hoe komt dat nou eigenlijk? Dus is het misschien zo dat mannen minder goed over hun gevoelens durven of kunnen praten? Waardoor ja, dat... ze sneller voor zelfdoding... Dat zijn heel heftige grote problemen Absoluut. die ook onderdeel zijn van feminisme. En uh, nou kan het natuurlijk zijn dat jij zegt van oh maar ik, ik, ik praat altijd al heel open en eerlijk met mijn vrienden nou, over ja. allerlei dingen we kunnen ik zeg het nou over wel, maar hebben maar lijkt me ook steeds dat ik eigenlijk geen enkel iets heb waarvan ik misschien meer zou laten zien dus dus Maar het is het meer een, een landmeehang is natuurlijk ja. iets anders dan zelfdoding ja toch ja. Wel. ja ja dus ja er, er valt denk ik nog veel maar die oorsprong te ja bij ja. die oorsprong waar dat vandaan komt ja, ja. ja. En Jules de Keizer, als we iemand mogen noemen, die erg leuk vinden. Zeker. En die ook heel erg Damn Honey aanhanger is. Ook met de Women's March gisteren weer mee. Ja, ja, fantastisch. En gewoon hilarisch. Moet je gewoon gaan volgen op ja, Instagram. Echt, uh, Love him. Onwijs fijne uh, vent. Um, wat ik ook nog interessant vond om jullie te bespreken. Wij hadden um, uh, eigenlijk op ons eigen platform een beetje uh, iets waardoor we reacties kregen. Van, oh oké, okay, dit uh, vond niet iedereen even vet. Wat ik ergens ook begrijp. Maar die wil ik best wel graag aan jullie voorleggen. Ik ga hem even met een aanloopje... Uh, vertellen. Um, uh, als onderdeel van onze blogs en onze rubrieken lichten wij wel eens een twitteraar uit. Gewoon uh, zoveel keer de, 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 de leukste tweets van uh, ABC. Um, en dat laten we dan, uh, ook om een blog aan te jagen, laten we ook een tweet zien op onze Instagram, zeg maar. Nou, uh, deze twitteraar, daar lieten we drie tweets van zien. En eentje... Uh, ik heb het gezien, uh, denk ik. Ja? Okay, ja maar ga maar verder. Ja, maar in eentje, daar vielen mensen een beetje over. Um, dus da daar, ben ik, daar ben, ben ik best wel benieuwd naar jullie uh, mening. Nou, ik lees hem voor, klinkt misschien al waardoor hij al iets anders overkomt dan dat je hem gewoon als tweet leest. Maar goed, um, hij tweet... Ik verkoop BH's, stuur foto's van je borsten in DM en dan kijken of ik je maat nog heb. Nou, dit is... Ik heb hem inderdaad gezien ja, en ik yeah. ook oh, langs, okay. ja, dacht... Oh, yeah. oké. Is dit nou zo grappig dat we dit moeten uit... Ja. Nou ja, precies. Ik ben... Uh, nou, ja, dus toen kregen wij ook een beetje te horen... Um, van mensen van nou, ik vind het niet heel cool. En iemand zei zelfs welke vrouwen haten bij jullie op de redactie. Uh, uh, Vindt dit het uitlichte waard? En ook mensen die juist zeiden van oké, okay, we zijn voor jullie echt juist best wel meer uh, inclusieve. Uh, uh, dat ja, dacht ik gezegd. Ja, gezegd ja, ook precies. toen ik het zag. Daarom en... mensen dachten van hun de best social media. Nou, ja. dus wij hebben nog eens ook in de redactie besproken. Um, ik moet wel toegeven dat het een beetje extra stupide overkomt dat je zoiets op uh, internationale vrouwendag uitgerekend fucking plaatst maar um, ik dacht wel van oké okay, um, is dit kijk die dude maakt uh, uh, en nogmaals misschien komen mijn blinde vlekje hier naar voren, maar die, die dude maakt duidelijk een grapje. Uh, ja, uh, het en, was een grapje, ja, ja, het bedoelde nee, het niet zo. zo die nee, kennen we ja. wel. Ja. Ja, hij maakt een grapje. <laughs> even uh, rustig blijven, laat jas rijden. was vooral over me heen, over daarna prima. Uh, maar dus ik denk hij maakt uh, natuurlijk een grapje over uh, iets wat wel aanwezig is in de in, in internetcultuur uh, naaktfoto's via DM's ofzo ja. en als als hij ook echt maar um, een intentie had uh, van uh, ik wil uh, vrouwelijke borst in mijn DM en dit is geen grapje dan zouden wij dat natuurlijk nooit Prijzen, maar ik zag uh... eigenlijk een soort trend hier. Wat hij doet is naar beneden trappen. Want zijn eerste tweet gaat over zwervers. Die maakt hij belachelijk. Zijn tweede tweet gaat dus over borsten. En zijn derde tweet gaat over jongens van 1,65. Die tweeten: Ben met de gang. Na bro, je bent met de smurfen. Oftewel naar beneden trappen. Naar mensen die sowieso eigenlijk al. Waar al, um, die ja, die al minder belachelijk worden gemaakt. Ja, die al, al belachelijk worden gemaakt. Ja. Want als jongen: dat is ook een mooi voorbeeld van uh, wat als je als man dus niet mag zijn. Klein. Want als je klein bent, dan ben je al uh, ja, niet mannelijk genoeg. Oh, nou, ga Ja. Nou ja, dus, ik vind dit dus jammer, omdat het drie keer naar beneden trappen is. En het is gewoon niet zo nodig. En ik denk dan dus wel van: hé, hey, best social, wat we net ook, waar we het net ook over hadden. Je hebt dat platform tot je beschikking. Waarom dan specifiek deze guy uitlichten? Ja. Ja. Gewoon, ik vind het gewoon jammer. Het is niet dat ik gelijk heel boos ben of zo. Maar nee. En ik denk ook humor moet kunnen en vormen van humor moeten kunnen. Maar om dan een minderheid te gebruiken om ja. je humor te uit te lichten. Ja. Maar ik denk trouwens ook dat zijn achternaam niet meewerkt. Nee, klopt. Dat is klopt. een achternaam. Oh, Baudet had hem ja, niet eens ja, gezien een hoor. Ja, 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 ja. ja Baudet weet niet of het familie is. Maar even, even los van inderdaad, die minderheid, natuurlijk, is dat uh, laag. Maar gewoon even die tweet: uh, um, die van ik verkoop BH's. Die, die van de foto. borsten. Ja, ik ben ja. Nog even benieuwd. Want natuurlijk is er ook een hele interessante discussie: van inderdaad, waar ligt die grens? Oh ja, die, ik, maar het is ja. toch gewoon saai? Z Z Z dat Deze de grappen vooral... worden gewoon al jaren en jaren gemaakt. Nou, vrouwen hebben borsten. ha. Terwijl als je die skill hebt, dus als jij aan de hand van de foto de perfecte BH-maat hebt, dan gaan wij je overal. Noemen, want het is ja. echt moeilijk om een goede bija te vinden. Ik stuur me je borsten, stuur me borsten wel hoor, Ja, want dat is echt de hel. Dus ja, nee, ik vond het gewoon saai. Oké, okay. en um, naast saai, uh, snap je de mensen die het aanstootgevend of uh, uh, iets anders vinden? Ik, ik mm, nou, vooral de aan... mensen die denken, kom aan, step it up, uh, best. Social. Of ja, nee, ja, okay. Die snap ja, ik okay, snap it, yeah. maar okay. Als je er echt, uh, echt aanstootgevend, ik vind het zelf niet aanstootgevend. Ik Klik hem gewoon weg. Maar ja. je moet het in een context zien van altijd dat seksualiseren, altijd ja. maar weer die. De, de, dat gewoon doodvermoeiend. Sexisme, dat is het ook, ja. 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 En dat is dan weer gewoon zo, nog zo'n druppel in die emmer. En dan, en dan, dan, ja. dan is het de beste. Je je, daar ver, verwacht je meer ja. van. En ja. Dan, ja. Nou ja, fair enough, fair enough. Maar is, wil je zeggen dat is, is seksisme dan iets waar geen grappen online of offline over gemaakt mogen worden of kunnen worden? Je mag altijd grappen maken. Kijk, vrijheid van meningsuiting, al dat soort dingen. Maar wat we net zeggen, dat naar beneden trappen, dat is toch gewoon boring. Daar kunnen we yeah. toch mee stoppen met z'n allen. Yeah. En het is ook weer publieke ruimte. Dus als je het daar niet mee eens bent, uh, je gooit het online. Verwacht dan ook kritiek als mensen het Zeker. er niet mee eens zijn. Juist, absoluut. Mm -hmm. Absoluut. Ik moet ook best vaak denken aan Ricky Gervais die zegt: uh, Mensen denken dat ik tegenwoordig niks meer grappen over mag maken. Maar dat is bullshit. Yeah. Uh, maak maar een grap. Maar weet wel dat je weerstand kunt krijgen. Precies. En dan moet je dat maar daarmee dealen ook en ja. kijken hoeveel functie er omgeeft. Yeah. Ja. Maar ik vond hem. Uh, en ook in hoeverre ben leggen. jij in de positie om een grap te maken? Dat vind ik ook altijd een goede, zeg maar. Van, ja. uh, dit is een man die dat tweet. Maar ook over andere kwesties. Ja. Van racisme. Als je wit bent, mag je dan grappen maken over zo'n ja. ja. Ik kwam ook um, uh, relatief laat achter dat uh, uh, iemand je Spirit Animal noemen ook helemaal niet woke is. Ik niet. Ja, omdat het uh, voor de, de Native Americans ja. volgens mij. Een, een best wel zwaar beladen van heel, Bet heel belangrijk. Ja. 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 ja, en dan, uh, dan is het eigenlijk niet oké okay als je daar de, de, de context niet van kent om nee. dat zomaar te. Maar mij was, was dat doen. best wel een eye-opener van oh, wow, het, is, uh, het wordt zo erg gebruikt op het internet, uh, maar het is, ja, ja, maar dat is ook weer door. weet waar het vandaan komt en wat de oorspronkelijke betekenis van iets is. Ja. Uh, net als dat Victoria's Secret modellen met indianentooien op gingen lopen. Terwijl al die veren echt zo zwaar verdiend zijn met allemaal bloed, zweet en tranen. En heel erg cultureel uh, ja, dat is. Ook is. Ja. 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 Hebben jullie daar voorbeelden van uh, jullie leringen gaandeweg? Waarvan je eerst dacht van wow. Oh ja, vroeger, nou ja, als je het dus over taalgebruik hebt. Wij scholden dus heel vaak met tering en, en, en tyfus. En ja, en ik moet nog steeds woorden. heel erg mijn best doen om me in te houden. Maar in principe schelden, of tenminste, we, we proberen ons zoveel mogelijk in te houden met schelden met, met ziektes. Of idioot of met tegen met, ja, iemand precies. zeggen. Dus dat je, ja, precies. Dus dat je een beetje op je taalgebruik let als het gaat om validisme. Ja, want als je idioot zegt, zeg je dus eigenlijk, je het minder waard omdat je niet intelligent bent. Dat is eigenlijk heel raar, als je daar iets langer over nadenkt. Vind ik als nu ik er wat langer over nagedacht. Yeah, yeah. En als ja. mensen dat gebruiken, dan ga ik echt niet de hele tijd met een wijze vingertje zo van: dat mag je niet zeggen. Maar, maar voor mezelf ja. heb ik bedacht: van, oh, dat vind ik eigenlijk vreemd. En dan kan ik beter zeggen: uh, Thierry is een racist of een vrouwenhater. dan of dat ik zeg: hij is een idioot. Een klaphark. Ja, ja. ja we, zijn die schrijven de, er op. we zijn wel op. Zoek ja, we hebben een, naar hele hele een hele lijst woorden hè? die dan waar dan <laughs> geen. Uh, zo, niet zo'n waardeoordeel aanhoudt, nee. maar dat je gewoon okay, echt even goed. het is heel het is heel duidelijk klapharken wat hadden we nog natte meer natte tostie of zo, maar ik <laughs> veel. Dat dat zijn dat heel veel een zijn een Twitter waar... een koek... over moeten maken, want dat kan Twitter ook wel gebruiken. Ja. ja precies, dat je gewoon eventjes wat creatiever bent. Ja. Dat, dus het is, en, en daarin ook weer uh, willen we niet zeggen als jij als je tering zegt of zo uh, uh, dat je dan uh, een slechte feminist <laughs> bent, maar we geven dan liever uh, alternatieven die ja. je ook mag maken en die misschien dan wel leuker zijn, want het is heel grappig om dus creatief te zijn met <laughs> ja. schelden, Uiteraard. natte tosti. Ja. ja, maar ik denk dat dat ook social is trouwens, hoor. Dat je bijvoorbeeld ook als je zegt, uh, als je op Twitter ziet van, oude oh, maandag, ik ben echt deprie. Oh ja, dat is ja. echt een goeie. Of uh, wat een autist als iemand, uh, ja. Uh, ja. weet ik het, iets netjes neerlegt of zo. Ja. ja, terwijl dat echt wel uh, ernstige dingen zijn dan de maandag, meer ernstig dan dat. Uh, ja. Ja. Um, ik vroeg me nog af, hebben jullie zeg maar. Um, uh, um, vanuit jullie feminisme ook dingen um, waarop je mensen, ja want natuurlijk geven jullie mensen ook wel een paar leringen en lessen proberen jullie mee te geven, toch? Um, zijn die gewoon allemaal eigenlijk gewoon in de maatschappij breed of zijn er ook dingen uh, omdat wij natuurlijk het social haakje heel uh, belangrijk vinden of relevant vinden zijn er dingen waarvan jullie echt denken van gedraag je op social media een beetje A en B of um, bepaalde soort specifieke feministische punten waarvan je denkt van nou Um, gedraag je zo en zo, dat vind ik lastig. Nou, wel qua taalgebruik hebben we dus wel in ons boek daar wel wat over geschreven. Dus ja. dat mensen erop kunnen letten, maar dat geldt dan meer overal eigenlijk. Maar wat we wel altijd zeggen is: van wees je ervan bewust dat je impact kan maken. Dus dat mensen zich uitspreken als jullie zo'n tweet plaatsen, ja. dat, dat zouden wij alleen maar aanmoedigen. Ja. Van, laat van je horen. Ja. Want het is ook heel makkelijk om eventjes een mailtje te typen. Dus doe dat dan ook ja, als Maar daarom wij nemen de DM's ook oprecht als ik serieus. Want uh, wat jij zegt, het houdt ons scherp. Uh, dat is precies uh, wat ze doen. En daarom moet je eigenlijk. Kijk, een betrokken community is hartstikke leuk als ze al je content helemaal de shit vinden. Maar ook als ze dat totaal niet vinden, dan zijn ze minstens net zo waardevol. Ja. ja dus, dan, uh, dan kan je wel even denken. Ja, nee, misschien tuurlijk. heel eventjes wegklikken en even over nadenken. Nee, 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 ja. En dan ja, daarna ja, ja. dan toch denken. En uh, het delen van verhalen, dat, daar zijn wij ook heel erg van. Dus. Uh, ja, deel de, de dingen waar jij mee zit, waar je tegenaan loopt. En daar is social media zo'n makkelijk, makkelijk platform voor. Dus um, nou, we hebben best wel vaak vrouwen die dan um, bijvoorbeeld in de trein iets vervelends meemaken. Dan daar een story over maken. En ik vind dat dus heel goed dat ze dat doen. Want daarmee laten ze zien van dit gebeurt. Ja. Uh, en ik denk dat heel veel mensen zich daar niet, niet bewust van zijn dat het gebeurt. Um, ja, je laat, je laat anderen zien van je bent niet alleen. Je bent niet de enige die dat meemaakt. En je bent een mens. Je bent een mens. Ja, ja maar dat ook vind ik ook. Het ja, maar soms vind ik dat zo belangrijk en dat we dat niet moeten vergeten. Ik bedoel dat perfecte plaatje Instagram en dat het dan fijn is om te merken dat iemand, weet ik veel, anxiety over bepaalde dingen heeft of zo, en dat dat maakt het allemaal iets nat natuurlijker en menselijker op social media ook. Dus ja, dat, dat perfecte plaatje. Precies. Dat perfecte ja. plaatje is ook we... saai inmiddels. Ja, dus het is leuker als je. En niet real zeg maar. Het ja, wat niet we erg. daar ook altijd over zeggen is dat als je meer voor jezelf, bijvoorbeeld over uh, hoe je naar je lichaam kijkt, als je dat, het dat moeilijk vindt om je lichaam nou ja, neutraal te bekijken... dan kan je heel actief natuurlijk gaan kijken van... wie volg ik, welke plaatjes krijg ik de hele dag binnen. Ja. Ja. En dan kan je daar misschien wat strenger op zijn. Negatieve ja, emoties zo... die mensen dan maar ja. even ontvolgen. Je bent daar... bewust van de people die, uh, waarin je je nooit begrijpt. Ja. Maar inderdaad, doe het jezelf ook niet aan... om de hele tijd alleen maar die picture-perfect plaatjes te zien. Wij zijn zelf best wel actief bezig met... Uh, allemaal verschillende mensen volgen. Waardoor ons hele, hele idee van wat een mooi mens is, ook helemaal is veranderd. We ja. hebben we niet meer dat standaard. Dat gaat standaard, heel snel. Ja, dat gaat heel snel, want het is, uh, ja, we zijn zo gewend om, om, om nu mensen allerlei soorten mensen in allerlei kleuren en vormen en dat is echt best wel fantastisch ja. als je opeens denkt. Wow, dit, is mijn, dit is mijn normale wereldbeeld. Ja, ja, dus. Je kan, dat zelf, je kan ja. dat zelf veroorzaken en je creëert zelf wat je ziet. Dat is bij social media ook altijd dat mensen of, of ook überhaupt het omgaan met social media. Mensen zeggen: ja, Het is zo toxisch hoe mensen met social media omgaan en zo gevaarlijk. Terwijl ik denk: ja. Je bent zelf, zelf je bent zelf de knop, zeg maar, ja. die het ja. aanzet Omdeel of niet. Ja. En hetzelfde met je algoritme en je timeline. Maar je, je moet het wel zelf even beseffen, hoor. Uh, want ik, ik had het ook niet. Dat je, soms heb je het gevoel dat je iemand niet kan ontvolgen. Maar dat kan gewoon wel. Je kan ja. echt ja. op die ontvolgknop drukken en gewoon denk ik doe het niet meer. Ja. Ja, en ook even los van de beelden, helpt het mij dus ook heel erg om verschillende soorten mensen uh, te volgen. Om gewoon verschillende verhalen en... Je ja, problematiek ook binnen te krijgen. Dus ik volg bijvoorbeeld ook best wel veel sekswerkers op Twitter, die mij gewoon weer laten zien ja, wat er allemaal gebeurt. En dat is dan weer een wereld waar ik ja, vrijwel geen uh, binding mee heb. Ik ken niet iemand die sekswerk doet. Dus dat is ook een goede manier om die verhalen te horen. Ja, überhaupt, Dus ja, ik heb ooit gehoord, volgens mij, wat was het ook weer, iets van de, de Window Theory. Ik weet niet of ik hem perfect ga vertellen, maar volgens mij was het zoiets zo, iets van dat er mensen zijn die in huizen leven zonder ramen. En die hebben dus bijna geen contact met mensen die anders zijn dan zij of mensen die ze als, als bezoek uitnodigen. Dan heb je mensen die wel leven met ramen. Dus mensen die bijvoorbeeld, nou, om het even zo te noemen, andere mensen volgen, andere stemmen, zodat ze wel invloeden krijgen. En je hebt de sliding windows, daar slide je de window open en stap je in iemands anders wereld. En ik vond dat wel mooi, omdat ik me dan heel vaak kan realiseren, oh ja, als je uit een dorp komt, bijvoorbeeld, uh, met alleen maar witte mensen. Je hebt die ramen niet, dus je weet helemaal niet hoe dat is. En uh, je kunt je eigen ra ramen creëren via social media bijvoorbeeld. Dat is een beetje raar, ja. maar de, ja, zoiets. Ja. Ja. Ik vond het wel ja, interessant ja. hoe je dat zelf kan creëren. Ja, dat is heel beeldend. Ja. Nou, een hele goede social tip voor de luisteraars. Um, wat kunnen we nog van Damn Honey verwachten de komende ha, ha, tijd? Ha, ha, ha. Heb je specifieke nou. plannen waar je iets over mag zeggen? We, we hebben zeker plannen en we gaan het theater in. Wat? Ja, wat? Ja. We cool. staan uh, in ieder geval in oktober. Uh, zijn we, we nu in uh, Podium Mozaïek, dat is een Amsterdam-west. Ja. Yeah. Uh, maar er zit ook wel een uh, theatertour aan te ja. komen. En ja. Ja. jullie uh, wat, wat voor theater? Nou, ja, dat, moet, dat staat echt nog in de kinderschoenen. Dat moet ja. nog helemaal bedacht worden. Maar we hebben dus de, de podiumoziiek genoemd in de podcast. Want iemand vroeg: wat gaan jullie nog doen? Nou, en toen werd dus gebeld door een impresariaat: van, laten we een tour doen. Maar we moeten dat echt nog helemaal gaan opzetten. Waar we nu aan denken is: uh, Demonie: het boekje. Dus het eerste boekje wat we schreven op de planken. Ja. En wij zijn geen acteurs, dus we gaan niet. Rollen spelen, maar we nee. gaan ook wat net als wat we in de podcast doen, uh, op een toegankelijke manier verhalen, verhalen delen. Ja. Ook waarschijnlijk weer met veel humor en misschien een, een cursusje beffen. Tussendoor zie ik ons ook wel weer doen. Gaat ja. ook ja. in ons boek, namelijk. <laughs> dus um, ja, want fun fact: als je dus hoe pijpen googelt, krijg je veel meer resultaten dan hoe beffen. De, er is ook nog een enorme orgasme -kloof, hè? Dus in En dat betekent en ook, ook dat, vrouwen. Kloof, dat of ook vrouwen, of wie dan ook, trouwens, mensen met een vrouw als relatie, uh, dat zij dat minder googelen, denk ik. Dat er minder belang ligt bij het orgasme van iemand ja, met ja. vulva. Ja, dat denk ik wel, ja. ja Want er wel. komen dus in hetero-stellen, merk je dus dat de mensen met een vulva veel minder... Uh... Klaarkomen. Klaarkomen. Ja, ja, ja. Fun fact. Ja. In lesbische Tof. relaties is, is er fact. weinig, uh, geen orgasme. Ja, ja. Dus het, ligt, het ligt niet aan de anatomie. Nee. nee. Inderdaad. Nee. Ja. En uh, oké, okay, nog andere specifieke dingen? Nou, dit is denk dit ik Dit is wel... denk ik het grote plan. Ja, echt ja. leuk. Vinden uh, jullie het spannend? Ja, heel... En uh, ook wel heel erg leuk. Zin. En ik vind ja, zin. En het is ook leuk. We zijn nu uh, inspiratie aan het opdoen. Door te kijken naar andere theatervoorstellingen. En hoe mensen dat doen. En uh, met uh, andere mensen praten. die ook op de planken staan. Dus het is vooral heel cool. En het leuk. Een andere ja. wereld weer. Ja, ook. precies. Ja. En wie, met ja. wie hebben jullie gepraat? Of kijken jullie dan nu naar die vormen, met Suzanne Visser en Stephanie Laurier, want ja. die hebben net Verleiders Female gemaakt, een feministisch stuk wat nu nou net nog, misschien ook al net niet meer speelt. Ja, volgens mij zitten ze aan het staartje. En zij Haar, zijn zij allebei een... Dem Honey fans, wat echt super Dus we cool. zaten een heel beetje leuk. de fangirlen ja. zo ja, met ja. elkaar. Heel leuk. En uh, dat is heel leuk om te horen hoe zij dat doen en hoe ze het hebben aangepakt. Tof. Ja, superleuk. Heel erg leuk. Nou, om mij eens bedankt dat jullie er waren. Thanks voor ja. de invite. Ja, ja heel, leuk. heel leuk om ja. hier, hier leuk. te zijn. Leuk. En mocht je nou nog, uh, uh, ik heb een paar podcast tips nog op. Of uh, podcast, normaal. Instagram tips opgeschreven. Waarvan ik het heel relevant vind om hen te volgen. Natuurlijk, dem Honey. Um, het boek. Het dem Honey het boek. Hoppakee. Ja, uh, dan heb je nog Women Inc. Uh, ja. Bovengrondse. Zijkschrift. Um, even kijken. wat Mignonnes. We... Mignonnes. Mignonnes, dus, uh... zeker. Um, en ik had Spot On nog opgeschreven. Dat is uh, YouTube gericht voor jonge, jonge meiden meer. Um, en qua kunst en inspirational vibes heb ik nog opgeschreven: de Titty Mac, Vulva Gallery. En lekker blijven likken. En website, vond ik ook leuk. Ja. ja. En ik wilde nog zeggen: wees welkom op de Best Social Awards als jullie willen. En daar zijn table kwastjes ook uh, oh, geoorloofd. Ja. Hey. Nou, meer <laughs> ja. Ja. <laughs> uh, Nou, bedanken, Volker bedankt. Dankjewel, <laughs> um, Volker Lekker gewerkt. Pick, <laughs> Kato pick. bedankt. Steven Britt van de redactie bedankt. Gabrielle. Bedankt. Luisteraars, bedankt. Um, wil je je back open trekken over de Best Was Je Podcast? Doe dat dan vooral met een review op iTunes. Uh, het kan ook via onze Instagram DM's. Uh, we hebben ook nog een Facebookpagina van de Best Was Je Podcast. Of laat een berichtje achter via ons telefoonnummer. 0623992158 Want dan hoor je jezelf terug in de volgende podcast. En dan is die cirkel ook weer helemaal rond. Dankjewel en de groeten. Doei. Dag.